Dames en heren, op het graf van mijn vader, daar staat een tekst. En die tekst die luidt, liever staande sterven dan op je knieën leven. En die tekst refereert aan zijn levensopvatting, zijn levensinstelling. En die is gevormd gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ik heb voor 50% zijn DNA. En ik heb net als mijn vader een tekst die mijn levensbeschouwing weergeeft. Een soortgelijke tekst, een variant zou je kunnen zeggen. En die tekst die luidt, on bended knee is no way to be free. En dat wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat wil zeggen dat niemand ons kan overheersen. En dat wil zeggen dat we nooit, ever, never, iemand slaaf zijn. Goedendag allemaal, welkom bij een nieuwe episode van Fight Inside. Mijn naam is Hassan uit Bezoe. Ik zit hier vandaag met mijn bekende vriend Mohamed Ezwal. Dank je, Sjoen, dat je er weer bent. Graag gedaan, gezellig dat je er weer bent, jongen. En tegenover mij zit een, misschien voor sommigen niet al bekend, maar ik denk dat hij een van de dragers is van een heleboel evenementen. Rashid, welkom. Dank je wel. Fijn dat je kon komen. Dank je wel, ja. Leuk dat je er bent. Ja, twee Amsterdammers heb ik hier in het mooie dorp. Wat vinden jullie eigenlijk van dit dorp? Oh, ik zou het niet doodgevonden willen worden. Man. Ja. Wat yes. De helft van de rotondes van Nederland staan hier. Ja. Als ik nog reiskosten zou krijgen, zou ik het niet erg vinden. Mijn eigen business niet betalen om hier te komen. Maar je hebt wel koffie. Ja, ik heb koffie. Lekker salade binnen. Ja, heerlijk. Ja, dat ik alles had gezien toen ik hier natuurlijk kwam. Zo. Ja, mensen, ze krijgen goed te eten. Ja, dat is waar. Nee, top. Okay. Eerlijk is eerlijk. Salade was goed. Voordat we gaan beginnen, even, jullie komen altijd uit Amsterdam. We hebben gisteren, sure. Het tragische nieuws van Peter R. de Vries. Ik was er echt misselijk van, weet je. En een van de redenen waarom ik was sowieso een fan van zijn programma's. Ja. Daar ben ik me op gegroeid. Peter R. de Vries begon, daar ging wel allemaal alibi. Kijken. Ja, ik had een alibi. Maar wat heeft het met jullie gedaan? Ik was echt ziek. Ja, nou ja. Ik dacht, ik heb een als ik erover praat, jongen. Het is gewoon niet normaal wat er gebeurd is, ja. Het is vreselijk volgens mij, toch? Ja. Ah, het is gewoon debiel, man. Maar het is de wereld. Als iemand een stem hebt, een voice hebt. Ik ben voetbalfanaat en die avond was Spanje, Portugal. Ja. Ik heb naar die wedstrijd te kijken, maar ook niet van, waar gaat de wereld naartoe? Het is gewoon echt in en in triest. Kijk, weet je, ik persoonlijk vond ik hem af en toe een beetje te popiopie, media opzoeken. Maar hij heeft ook echt fantastische dingen gedaan. Als de politie op een gegeven moment zei, jongens, klaar, wij hebben ons best gedaan. Case is closed. Ging hij door, ja. Weet je. Hij is toch een beetje het lichtpuntje geweest voor heel veel gezinnen, waarbij de ouders moesten voortleven met wetenschap dat ze niet weten wat er met hun kind is gebeurd. 10, 15 jaar later. Ja. En dan kan hij dat toch. Ja, weet je, het is gewoon een hele aparte kerel. En een unieke kerel ook wat dat betreft. Alleen ja, als dan zo'n debiel. Debiel, weet je, net als met Pim Fortuyn, Theo van Gogh, dat soort gasten, weet je. Ik bedoel, het is gewoon in en in triest, maar het hoort blijkbaar tegenwoordig bij de tijd. Ik denk niet dat het erbij hoort, maar ja, weet je, het is gewoon een leven in een wereld. Het hoort niet, maar je ziet de wereld op zijn kop, ja. Elke twee, drie weken, kijk, de ene keer roepen ze het zijn criminelen onder elkaar. Andere keer is er weer een afrekening. En nu, als je ook ziet wat ze als verdachte hebben aangehouden, een of andere DJ. Een pol. Ik begrijp er helemaal niks van, jongen. Mensen met een heel laag IQ, denk ik, die gewoon geronseld zijn om een klus te klaren, weet je. Geloof niet dat dit hele stabiele mensen zijn die zoiets in staat zijn. Ja, het is gewoon echt. Klaarlijk gedacht, maar waar ik echt in shock van was, en dat maakte mij ook ziek, weet je. Het wordt weer mooi weer. Vooral Amsterdam is gewoon gezellig, dat moet ik toegeven. Eindelijk. Overdag. Mogen we naar buiten. Zonscheen. Ja. Het was gewoon druk in de stad. Ja. En zo'n debiel schiet gewoon in het rond, weet je. Maar je langs aan de man loopt met je vrouw. Vijf keer. Schoten. Weet je, het is scary. Ik maak wat grappen. Ik heb vrienden van mij in Amsterdam. Ik zeg, jongen, ga weg uit Amsterdam, man. Kom lekker hier in het boerendorp wonen. Ik ben gewoon geneigd
om dat gewoon tegen mijn vrienden te zeggen. Man, weg daar uit de stad. Nou, dat gaat me ook weer te ver, maar... Dat is een mooie stad. Het is, echt, ja. Het is echt een mooie stad. Alleen ja, overal lopen de bielen. Alleen Amsterdam ietsje meer. Wow. Dat is gewoon... alleen ja, weet je, dit is wel niet zomaar een op zich staand iets. Dit is wel gericht op deze meneer. Deze meneer. Hij kwam verdedigd te vaak. De Marokkaanse jongeren onder ons. Hij was gewoon heel rechtvaardig, Peter. Ja. Ik was echt een enorme fan van hem. Nee, ik heb ook een goede vriendin van mij, die heeft ook onder hem gewerkt. Het is gewoon een heel rechtvaardige man. Ja. Dus die nam het gewoon op voor iedereen die waar onrecht werd aangedaan. Ja. Dus, en hij was gewoon heel rechtvaardig, klaar. Ja. En recht door zee. Sportschool gesproken. Jij bent verhuisd. Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou ja, we zijn nog niet verhuisd. We zijn de puzzel op die aan het zetten, maar het wordt wel heel mooi. Ja. Ga je naartoe en wanneer gaat het open? Nou, we gaan officieel na de zomer open. Maar we zijn nu eigenlijk in die puntje op de i aan het zetten. We hebben afgelopen jaren heel veel geleerd. Heel veel dingen goed gedaan, maar ook heel veel dingen fout gedaan. Dus we proberen nu gewoon daar een inhaalslag in te maken als het gaat om professionaliseren. Wil je niet verhuizen omdat die bunker naast je? Want hij zit naast de bunker. Klopt, maar dat is dus ook bloedirritant. Hoor, want ja. Ik heb echt regelmatig, nu vooral met die rechtszaken. Man, alles afgesloten. Je kan gewoon soms niet gewoon normaal naar je werk. Goh, ik weet waar je zit, bij Osdorp daar. Ja, het is echt, soms echt gewoon, het lijkt wel een oorlogsgebied met die helikopters en die drones in de lucht. Serieus. Maar kunnen jouw leden wel gewoon naar je sport? Nee, soms zijn de wegen gewoon afgesloten en dan moeten er eerst heel veel auto's naar binnen en auto's naar buiten. Is het ook zo dat jij gewoon binnen moest blijven? Ik heb meegemaakt dat ik niet naar buiten mocht. Ja, klopt. Maar ik heb ook meegemaakt dat kinderen op een gegeven moment... die komen met de fiets naar ons toe. Die worden dan aan de weg tegengehouden. Je mag er niet door. Dan denk je, nou, dan ga ik terug naar huis. Die weten niet wat er aan de hand is en die gaan terug naar huis. Dus ik heb het heel vaak meegemaakt, hoor. Jezus. En daar kan je niks tegen doen. Nee. Ik kan geen normaal woord met die gasten voeren. Nee, ze hebben bivakmuts op. Die gasten zijn getraind. Ik snap het ook wel. Jeetje, maar het is als je, heel frustrerend als je daar een zaak hebt. En je moet ja, dan zitten meer ondernemers daar natuurlijk. Ja. En vroeger, toen die bunker was gebouwd, toen was dat volgens mij vrij uitgestorven daar. Hè? Maar nu is het gewoon heel levendig. Je hebt die hele grote winkelketens en zo. Ja, dus dat is, het is, maar goed, ze hebben nu die, op Schiphol hebben ze die bunker volgens mij. En daar gaan ze volgens mij naartoe. Zijn, ja, volgens mij is het nu bij ons zijn ze langzaam aan het afbouwen. Oké. Okay. Nou, beter. Ja. Meer ruimte. Beter. En nu, waar zit je nu? Nu zitten we eigenlijk 100 meter verderop, steenworp afstand. Alleen veel nieuwere pand. Veel gelikter. Beter. Dus ja, super gaaf. Richting de Tussenmeer of richting de andere kant? Richting nee, de eigenlijk zitten we nu echt op hetzelfde industrieterrein. Oké. Okay. Echt alleen 100 meter verderop. Echt om de hoek. Oké, okay, top. Ons contract liep ook af daar, dus vond ik ook een mooie kans om verder te kijken. Beter, tuurlijk. Ja, succes daarmee. Ja. Als de opening is, dan komen we langs. Ja. Zeker na zo'n moeilijk jaar voor alle gyms in Nederland. Ja, als je dan die stappen kan nemen. Ja. Kijk, hij werd een beetje genoodzaakt door die contract. En het zei, maar ja, het is gewoon mooi. Ja, maar corona kwam natuurlijk ook. En we wilden niet stil blijven staan in corona. En we dachten, oké, wat gaan we doen? Nee, ik heb hier de pakken neerleggen. Maar ik kan ook gaan innoveren. Ja, dat hebben wij gedaan. Leuk, man. Dat is top. Je moet ook partijen hebben die met je meedenken. Ja, klopt. Waar we het net over hadden voor de uitzending. Een huisbaas die meedenkt. Ga ik hard spelen nu? Maar dan raak ik een klant kwijt, heb ik helemaal niks. Nee. Ja. Of ik denk met hem mee. Wachten. Uiteindelijk moet je toch betalen. Ja, klopt. Maar jij zegt klopt, want als huisbaas ook zoekbaar is iemand die de plek inneemt van diegene die weggaat. Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook niet echt hele goede ervaringen met huisbaas. Nee. Jij vertelde dus heel positieve verhalen, maar over het algemeen hebben wij gewoon al die jaren gewoon de volle map moeten betalen. Ik heb heel veel geluk met deze manier gehad. Als ik eerlijk moet zijn. Dus ken ik meerdere ondernemers in mijn vriendenkring. Dan zeggen ze, nou is goed, dan krijg je 3 maanden uitstel. Maar je moet je eind van het jaar moet je dan alsnog ophoesten. Dus uiteindelijk schiet je er niks mee op. En dan krijg je zo'n voorwaarde in een periode waarin omzet nul is. 0,0. Nou, het lullige voor jou ook is dat we net voor de zomer is onze piek. Ja. En alle sportscholen. Ja, iedereen wil naar het strand, wil even snel beginnen. Ja. En dan de zomer komt en zeggen mensen hem tijdelijk op. Ja. Maar wat nadeel nu is, we mochten net weer open. Dus die piek kwam eraan en nu gaat hij weer omlaag. Ja. Dus dat merk ik nu ook, weet je. Ja, zwaar. Maar goed, we zijn ruim, we zijn overlevers. Daarom, we zijn vechters. We blijven strijden. Daarom. Over vechters gesproken, jij hebt wat vechters meegemaakt, hè? Poeh. Je hebt gewoon, als ik het goed zeg, Showtime. Ja.
Daar ben je begonnen. Kun je ons een beetje meenemen naar hoe jij daar terecht bent gekomen bij iets? Ja, nou, het allereerste evenement, 1999, was van Simon Rutsch Promotions in de Kennemer Sportcenter in Haarlem. En mijn vriendin zat in de entertainment, nu nog. Dansen, licht, muziek, zang, toeters en bellen. En Simon kende haar eerder dan dat ik Simon kende. Dus het eerste evenement ben ik gewoon gaan kijken. Ik kwam uit de verzekeringen, echt zo'n nerd achter de computer. En ik zat te kijken en ik heb nog nooit zo'n ongeorganiseerde rotzootje gezien als dat eerste evenement. We beginnen dan en dan en we kijken wel wie er is. Ik zie trouwens nog, ik ga geen namen noemen, nog evenementen die zo gaan. Nog steeds. Gewoon een datum, een plek. En na dat evenement, om heel kort, heb ik dingen op papier gezet. Bleek later een draaiboek te heten. Gewoon wie, wanneer, wat gaan we uitzenden, sponsors, welke muziek draaien we, wie hebt wat. Hey, die muziek moet ik ook hebben. Ik wil geen introducties hebben van 2 minuten voordat de vechter. Dus dan ga je praten met vechters over vriend, leuk nummer, maar we gaan geen 2,5 minuten wachten tot jij opkomt. Nee. Ik ga knippen. Zo kom je een beetje, en dan ga je een beetje een soort structuur brengen in je... In je organisatie. En in 2004, meen ik, kreeg It Showtime op dat moment een aanbieding via RTL. Toen dacht ik van, nou, dat is klaar. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik werkte niet fulltime. Ik werkte gewoon bij de verzekering. En op het moment dat er een evenement was, nam ik vrij. Okay. Ging ik gewoon het evenement draaien en weer weg. En in 2004 kwam RTL volgens mij. En het zag eruit dat voor mij was klaar. Want ik had niet geleerd voor dat. Ik had niet gestudeerd. Maar mijn relatie met vechters was wel een beetje opgegroeid. Ik weet een beetje hoe ze denken, hoe ze zijn. En, dus wat gebeurde er? Het evenement gingen hun eventjes draaien. Maar dat is een hele andere slag mensen die op een gegeven moment voor vechters stonden. Dus dat werkte niet. Rashid, kun je er toch even bij blijven? Kun je er toch even... prima. Toen zag op een gegeven moment, een paar dagen voor het eerste evenement zonder mij, zagen ze het draaiboek van de voorgaande evenementen. Wie heb dit gemaakt? Wow. Dat was ik. Ja. Maar waar heb jij geleerd dit? Ik gewoon normaal logisch nadenken. De meeste vechters niet. Nou ja, in 2004 mocht ik dus blijven. En in 2007 kreeg ik het belletje van Simon destijds. Van, Rashid, ik wil jou fulltime in dienst. Ik ga wat potjes krijgen, wat sponsors krijgen. En dan gaan we beuken, rammen. En als Simon 1 gave had, was gewoon echt mooie galas neerzetten. Zowel in de ring als buiten de ring. Zo mooi dat soms de partij niet leuk was, maar het entertainment gewoon top was. Ik kan maar die show herkennen. Weet je? De shows in Kennemers. Ik vond het Showtime, eerste keer in de arena dat ik daar binnenkwam, wist ik niet wat ik zag. Ja. Ik keek mijn ogen uit. Ik kwam wel eens voor een voetbalwedstrijd, maar nog nooit voor een kimmel. Nee, maar het was echt top, hoor. Maar dat was toen ook het Europees grootste vechtsportevenement. Het was een van de grootste. Maar, stap terug, in de kamer. Kennemer Sportcentrum in Haarlem is dat, ja. Wat ik nooit meer zal vergeten. En volgens mij was het het gala van waar Ryan tegen Hippo stond. Mm-hmm. Dat jullie die opkomst hadden gefixt met het gesprek. Ken je nog herinneren? Er kwamen 2 op. En dan waren ze te praten en over die microfoon. Een Engels uitziende stelletje. Ja. We hebben zoveel. Dan liet hij dus een filmscène. Ja. Een soort filmscène. Maar we altijd voor wat wij deden was, wij kregen alle muziek binnen. En dan gingen wij nadenken van, oké, welke vechter gunnen we het? Welke vechter heeft een leuke muziek ingeleverd waar we wat mee kunnen? En dan ging Simon een thema aan koppelen. Geef die maar wat, doe die maar wat. En dan kwamen we met Arabische danseres op, een Braziliaans dit. Dat was ook wel het leukste voor die vechters, want dat was eigenlijk het leukste moment voor de hele partij dat opkomen. Ik weet nog, Ricardo Fier kreeg een harnas, dat woog al 80 kilo op voordat hij opkwam. Dat was gewoon echt top. Dat was gewoon echt afscheid. Trouwens van Rob Kaman tegen Alexei Ignazov. Ik bedoel, Dick Vrij heeft dan gevochten. God hebben ze ziel nog. Ja. Dat waren echt toppers. Hans Nijman. Dick Vrij heeft er geknokt. Barrington Patterson. Ja. Die hooliganleider uit Engeland. Ja. Allereerste grote jongens heb ik daar zien knokken. Hoe was je relatie met die vechter? Jij kent...
Ja, kijk, in het begin ga je... kijk, weet je, het punt is gewoon... als vechter wordt heel veel van je gevraagd, weet je. Maar 2-3 dagen voor een evenement... vooral die jongens die op gewicht moesten zijn... die waren eigenlijk... het liefst met niemand aan het praten. Maar dan moesten interviewtjes, dan moeten filmpjes. Dan moet... Waarom? Omdat we het nodig hadden om last minute tickets te verkopen. Ja, tuurlijk, ja. Weet je? Dus, maar, en daarin vond ik altijd wel een weg om iemand toch te bewegen, om het toch te doen. Ja. Weet je? Maar bijvoorbeeld een weging was gewoon drama, jongen. In het begin ook, jongen. Het duurde zo'n weging, duurde 1,5 uur. Maar kan dat te maken met dat die gasten te zwaar waren? Sommigen hadden heel veel. Bijvoorbeeld bij mij, nummer 1, Sahin Yakut Kaas. Altijd die... zwaar. Oh. Dat weet ik nog wel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus ik ben best wel... Ik word er niet boos op, ik ben echt kritisch naar gasten die gewoon te zwaar op mijn weg komen. Mm. Als C-klasse, B-klasse. Ja. Kan je ermee wegkomen, ja, maar in mijn ogen? Het zijn een heleboel. Ik heb het diep moet schamen als je te zwaar komt. Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook. Ik kan wel eens toezeggen van nee, het hoort inderdaad ook niet hoor. Maar ik heb het zelf ook een paar keer meegemaakt dat je te zwaar op mijn weg kwam. Ja, maar dat alleen dat weet je, er wordt van een vechtsporter ontzettend veel gevraagd. Maar hij wordt daar ook niet in gecompenseerd. Het is niet zo dat hij professionele begeleiding heeft en dat hij een voedingsschema krijgt. Zeker vroeger niet. Als je een broodje shawarma na trainen, ja. Ja. Weet je, maar dat was er gewoon niet. Ja. Dus dat kan je die jongens niet kwalijk nemen, want dat is een beetje... Die wisten dat niet in die tijd. Het is echt wat je zegt, het is ook alles eromheen, een begeleiding. Tuurlijk. Nu kijken, voedingsdeskundige, wat je niet moet eten, wanneer je wat moet eten, hoeveel je moet drinken. Ja, ik denk als ik toen wist wat ik nu weet, was ik misschien nog steeds aan het vechten bij spreken. Ja. Weet je? Dat begrijp ik. Nu zijn zoveel verder ook met het internet en alles erop en eraan. Dat had je vroeger niet, jongen. Vroeger werd je een beetje aan je lot overgelaten en je moest gaan met die bananen, ja. Dus dat is een beetje onwetendheid. En ook begeleiding is belangrijk, hè? Ik heb één klein leuke anekdote. Shahid Ouladat Hajj, die had zijn oom als begeleider. En in het begin ging dat gewoon top. Ja. Want Hamid heette die, Hamid. Die begeleidde hem echt vanaf dag 1 letterlijk uit de berg gehaald, uit de Rif. Sprak 2 woorden Nederlands en knokken. Ja, ja. En dat deed hij ook tegen de grootste der aarde. Ja. Op een gegeven moment... ging Shahid een beetje zweven. Ja. Hij leerde 4 woorden Nederlands, niet 2. Dus wat gebeurde er? We moesten vechten in Lotto Arena in Antwerpen. En de weging was in de discotheek Nox. Was die. En ik zag aan Hamid een afstandelijke houding richting Shahid. Dus ik ga naar Hamid, ik zeg Hamid. Zegt hij, luister, ik heb hem weer begeleid, maar ik heb hem nu op zijn gewicht, heb ik tegen hem gezegd, je gaat het nu zelf in de gaten houden. Ja. Dus wat gebeurt er? Gewoon de weegschaal staan. En hij is, ik zeg, 700 gram te zwaar. En hij krijgt me toch een flats van zijn oom. Ja, dat is perfect. Op de vrijdag, hè? Niet perfect. Voor iedereen, hè? Ja. Nee, dat en hij niet. Kijkt maar en hij zegt tegen mij, daarom... was ik zo een beetje pissig, want ik wist dat dit ging komen. Maar hoe reageerde hij dan? Hij schrok, man. Geen klets terug? Nee, toen zijn oom. Ja, oké, je weet het niet. Maar hij kon eventjes aan de bak, hoor. Ja. Dat soort dingen. Ik vind het echt schandalig. Dat als A-klassers, vooral nu, jij zegt het goed met deze kennis. Ja, kijk nu. Ik vind niet dat je nu als A-klasser kan aankomen en zeggen, ja... Ik heb ook een keertje meegemaakt... In de Sporthalle Zuid, dat vergeet ik echt nooit meer. Het heeft ook te maken met wat jij net zei over de kennis van nu. Dan hadden ze bijvoorbeeld een vechter op ogen, ik noem zo de naam. Van luister, we hebben een kampioen rondlopen op dat gewicht. Jouw gewicht ligt wat hoger. We wilden dat jij tegen hem vecht. Ja. Dat was Nicky Holske. Wie hadden ze bereid gevonden om dat te doen? Aussie. Aussie is niet normaal. Die stond op de weging. En was het nou Dick of Hans? Ik weet het niet meer. Nee, sorry. Het was tegen Andy Sauer. Andy Sauer, daar was ik bij. Maak je verhalen van. En Dick komt naar mij toe. En die zegt tegen mij. Hey, Rijs, luister. Dat lijstje van jou daar. Met al die volgorde van de weging. Oprotten. Aussie moet als eerste. Ja. Ze tillen hem op. Ja, ze moesten vasthouden. Ze zet de muts op. Alleen op die gozer van de Lord of the Rings. Ze zetten hem zo op de weegschaal. Ja. Is hij goed? En nou oprotten met je foto's en video's, hij gaat nou weg. Ja. Suf. Ja, klopt. Nou, de volgende dag stond hij. Tegen Nicky was hij goed, want Nicky heb je in elkaar geslagen met die knie. Andy Sauer. Tegen Andy was. Maar dat is ook niet gezond. Dat is niet gezond, man. Die goos zag er niet uit. Die is naar het ziekenhuis gewoon infuus om bij te komen. Ja.
dat is niet gezond. Vecht hem op 78, dan moest hij tegen is... op min 70. Ja, dat gaat helemaal nergens. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Dat er weer een idee, een plan komt. Ja. Dat is een mooie matchmaking. Maar ja, er zit zes... Kijk, je moet uiteindelijk ook luisteren naar je eigen lichaam. Tuurlijk. Als 75, 75 is, dan is dat het. Ja. Je ziet jongens gewoon struggelen. Drago was, Drago was ook een jongen, 70. Maar 72, 73, maar kon niet meer. Dan? Ik snap het ook niet. Want als je gewicht, je loopgewicht is 75 of 76, dan kan je max naar 72,5 om te vechten. Waarom wil je dan naar de 70? Ja. Nou, omdat waarschijnlijk, want hij is een belangen van trainers en promotors. Ja, maar ja. Ja, maar soms gaat denk ik ook wel wat kan, wat niet kan. Maar je ziet het gebeuren, hoor. Je ziet echt, ik heb ook fenomenen meegemaakt in de Glory nu met die Alex Pereira. De monster uit Brazilië. Die komt op dinsdag aan. Op maandag of dinsdag gewoon 92, 93. Moet vrijdag 85 wegen. Ja. Maar de laatste keer heeft hij een zwaarder gewicht gevochten. Ja, dat kon. Dat kan, ja. Maar dat is een beest eerste klas. Ja. Hij zegt dat hij naar half zwaar wil. Ja. Maar ik vind het knap dat je in 4-5 dagen... Maar dat had te maken met het vliegen. Maar ik, wat jij zegt, kijk, zoals die, hij is wel een mooi voorbeeld. Maar dat is een jongen die willen ze brengen. Dus ze zullen hem pushen. Ja, maar vechten, hoe ga je vechters brengen? Vechters moeten gewoon vechten. Dat ontbreekt, want ze willen sparen. Ja, ze gaan tegenstander uitkiezen. Al wacht van niet tegen die, want hij moet een stappenplan. Als je knokken, we knokken gewoon tegen iedereen, toch? En je dan ziet, ben je klaar. Vorig jaar, dat deed me ook pijn. Ik heb Myrtle Groenhart van kleins af aan zien komen. Ik heb hem zien winnen en af en toe zien vallen. En dan komt in één keer zo'n... ongelooflijk talent, de moment Jiraiya, die komt dan. Die gaat op zijn gewicht vechten. Dat was gewoon geen goede match. Nee, Jiraiya is een fantastische vechter. Maar Myrtle stond al te rammen op dat gewicht al toen hij nog niet eens geboren was. Ja. Dan denk ik van, ja, is dat een goede plan? Ik denk het niet. Ja, dat is een Het is, meestal zegt iemand ook, ja, is goed. Hè, ik snap dat het komt vanuit de promotor. Een idee, er zit een idee achter van nou, je bent er klaar voor. Tuurlijk speelt er ook iets tussen die twee zelf. Maar dat doet gewoon pijn. Terwijl ik ben een Myrtle fan vanaf dag één. Maar dat is geen goede matchmaking, jongen. Nee, klopt. Ik weet dat Jiraiya heel goed verkoopt, Myrtle ook. Zal dat niet te maken gewoon met de promotie? Ja, dat kan. Maar daarom zeg ik uiteindelijk hebben alle partijen ja gezegd. Dan is dat een egoïstische gedachte vanuit de promotor. Ja. Maar goed, die zijn sowieso egoïsten. Ik wou het zeggen, ik geloof niet dat promotors, ik heb het eerder gezegd, promotors... Je roept het hardst, je doet het voor het geld. Ja, maar het is maar een vechter moet wel dit en dit kunnen verkopen, anders plaatst hij hem niet. Ja, maar zo werkt het toch tegenwoordig. En hoe was het in de tijd van Simon? Ik heb heel eventjes bij Simon gezeten, mm-hmm. Daar heb ik je toe leren kennen. En toen, wel een grappige anekdote, dat heeft met ballen te maken. Hoe die bij Kia is gekomen, kan je het nog herinneren? Oh, dat was een mooi verhaal, man. Kan ik wel vertellen, dat was echt een mooi verhaal. Ik beheerde bij het Showtime ook de info-e-mail. En we krijgen elke dag, vooral toen Badr in de jaren 2008, 2009, 2010 hoort was, elke dag tientallen e-mails over, we willen hem graag uitnodigen voor een taartprogramma, voor een kinderprogramma. Nou, wij gingen dat allemaal niet meenemen, dus allemaal troep. Totdat ik die ene zag van Kia Marok. Toen dacht ik bij mezelf, dat is wel een interessant dingetje. Hè? En ik heb dat bij Simon eigenlijk. Alles deden via Simon. Was dat Kia Afrika of Kia Marokko? Kia Afrika. Maar het hoofdkantoor zit in Marokko. Okay. Dus wat gebeurt er? Dat kwam bij Simon. En Simon zegt, interessant, weet je wat? Laat die man, als hij geïnteresseerd is, laat hem maar hier naartoe komen. Ja, zo gezegd. Nou, oké. Okay. Nou, het is niet normaal. Dus ik bel die man op. Ja, ik ben niet zo goed in Arabisch, maar goed Engels, et cetera, et cetera. Dus ik zeg, luister, als je wil praten, dan moet je nu praten. Nou, oké. Dan moet je ook nu komen. Hij zegt, is goed, ik zit toevallig in Parijs. Ik kom naar Nederland toe. Nou, ik spreek die man in de auto. Ik heb hem opgehaald. Ik zeg, hoe komen jullie erbij? Hoe komen jullie nou in één keer bij... we gaan Badr doen. Moet je dit horen? Toen zegt hij tegen mij, wij hebben op ons een flikker gekregen. Sorry dat ik het zo gebruik. Ik zeg, hoezo? Het mag allemaal. Hij zegt, nou, 2 weken geleden vocht Badr tegen die Homan Choi in Seoul. Die 2,20 meter jongen. Ja. Was het voor de wereldtitel? Seoul was dat. Ja. En we weten allemaal hoe Badr die lange gozer in elkaar heeft getrimd. Ja. Gewoon Superman. Ja. Toen heeft en Kia is Koreaans. Ja. Heeft de directeur van Kia wereldwijd zijn collega gebeld in Afrika. Hij zegt, nou, gefeliciteerd met de overwinning van jullie grootheid, Badr. Hij zegt, wie? hij kende hem niet. En toen zei hij tegen hem van, luister, als jij binnen een week niet...
weet wie Badr is en aan boord heb gehaald, dan weet ik niet of wij volgende week met elkaar aan tafel zitten. Ja. Hij zegt tegen hem, we betalen $1 miljoen per jaar om te sponsoren. Dan zit jij in dat golf en zwemmen en tennis. Maar jij weet niet wie Badr is? Dat vond ik wel heel leuk. Ja, dat is prachtig. Vond ik wel heel leuk. Dus die Japanners en de Koreanen, jongen, ja. die vechten voor dus op handen. Die staan achter hun sporters, man. Dus die hoge baas, die heeft zijn manager gebeld van sponsoring. En die zegt, vriend, als jij niet binnen 3 dagen weet wie Badr is en je hebt hem getekend, is klaar. Dus die man, die komt dus naar Nederland. Die haal ik op, brengen we naar een restaurant. Simon deed veel zaken bij een restaurant. Lekker eten. En op een gegeven moment, en ik rookte. Ik ging naar buiten toe roken. En ik dacht, weet je wat? Ik ga het toch even proberen. Ik bel Badr. Ik zeg, Badr, hoe is het? Alles goed? Ja, goed, goed. Ik zeg, ik vraag in nood wat. Ik zeg, maar misschien is het handig dat je even een keer komt. Ik zeg, ik vraag het niet. Ik hang op. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet of je wel of niet komt. Ja, ik ga naar binnen. Die man praat dit en dit. Komt hij binnen. Die Badr, die man. Ik ging meteen foto's maken. Ik heb hem. Nou, en de rest is geschiedenis. Ja. Maar dat vond ik wel een heel mooi verhaal. Maar was het een goed contract trouwens? Nou, was dat dik contract. Ja. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat toen ik het contract binnenkreeg, toen heb ik hem meteen gebeld. Ik zeg, vriend. Zit je of sta je? Ik zeg tegen hem, bedoel je dirhams of euro? Want je hebt hier euro staan. Dat is niet normaal. Echt waar? Ja, nou, maar weet je, het is... Het is hem gegund. Maar het waarom is dat contract op een gegeven moment ontbonden dan? Want dat op een gegeven moment ging, was het... Dat hou ik voor me. Ja, als je avond dan moet je ook bij vertellen. Nou, het kwam ten einde. Ja. Het kwam ten einde. Ik vind het wel zonde. Dat is echt een prachtige sponsor natuurlijk. Nee, het is een hele mooie sponsor. En hij heeft ook mooie dingen meegemaakt. Had het met hem te maken of had het met... Beide, een situatie van beide. Ja. Van beide. Dat is gewoon... Maar het is wel op persoonlijk vlak is het ten einde gekomen. Ja. Maar jongen, ik was de man toen ik naar 2010... tegen Sam Schild, de moedertape... naar Kia toe bracht die het ging geven aan Dusjem. Vroeger was het nog niet het digitale gedoe. Ja, ja. Dus de dag na het evenement vlog ik naar Marokko toe. Om die tape te geven. En mooi was, ik had mijn oude vader bij me. En die kende het allemaal niet. En we gingen naar Dusjem en Casa Kia. Wat is dit allemaal voor? Ja, dan komen we in een restaurant en dan krijgen we thee van 6 euro. Ik zeg, wat? Ja, dat is mooi. Ja, man. Dat was een mooie. Ik werd opgehaald door een dikke Mercedes vanuit het hotel. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen. Dus wat dat betreft, het was een mooie tijd. En, want je zei net van, je belde Badr en je wist niet of je zou komen. Ja. Badr is, kijk, als je Badr belt en je legt iets voor, dan gaat het erover nadenken. Ja. Maar ik heb het in ieder geval gevraagd. Ja. En hij kwam echt. Hij kwam in, laat ik even horen, want ik bel niet altijd. Ja. Ik bel ook. Hij voelde gewoon... Ja, ik zei van, luister, weet je, maar er kwam in die periode ook echt zoveel... misschien nog, zoveel lariekoek over zijn hoofd. Dan moet je hem ook daarin beschermen. Ja. Want het is ook iemand die niet makkelijk iemand teleurstelt. Nee. Dus het is beter als je mensen om zich heen hebt die alles afhouden. Dat deden wij toen. Alleen dat ene dingetje dacht ik van, dat is interessant. En was dat ook die periode dat hij... Want ik had het gevoel dat hij heel zoekende werd. Tom Haring, Jim Alkmaar. Mag ik je onderbreken? Is hij nog steeds zoekende? Ja, tuurlijk. Dat weet je. Maar... Ik bedoel, als een Badr met zijn bagage, zijn ervaring... al het ramwerk wat hij in de geschiedenis heeft geleverd... en dan nu nog in januari... volgens mij bij Bo zegt... het voelt niet lekker, ik moet weg. En vervolgens, en ik denk dat met alle respect... dat hij Mike zegt... Mike, ik ga het nu toch echt doen. En dan vervolgens naar een andere topper gaat, Said. Maar ja, je ziet gewoon aan hem... Hij zoekt naar de 100% Badr. Maar hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Weet ik niet. Ja, ik bedoel, bij meegemaakt. Ik had echt... De man is alleen zijn stare-down al, in zijn ogen alleen al, weet je, die doen gewoon pijn. Weet je, er zijn jongens, kijk, we hebben gezien dat hij heel dichtbij kwam. Ja. En we hebben ook de lachwekkende filmpjes gezien uit Marokko van waarom die draaitrap? Maar hij heeft laten zien dat hij het... Alleen de bloemen worden uitgereikt aan de finish. En dat weet hij ook. En hij heeft steeds mankementen. Kijk, hij had het laatst over Walk in the Park met Benny. Het werd Jurassic Park. Inderdaad. Ja, en dat zijn dingen die doen echt wel wat met hem. Tuurlijk. 100%. Maar heeft hij geen... Ik had begrepen dat hij zei dat hij...
Marokko koos om daar een beetje stationair te worden. Maar heeft hij geen hulp? Heb je, op dat niveau heb je niet iemand die je helpt? Want ik kan wat jij zegt, ik krijg 100 mails binnen. Nee. Waarschijnlijk al 100 telefoons van interviews. Maar als ik iemand, Ik kan het niet met de 100.000% zeggen, maar heb zijn familie, zijn gezin. Maar het is wel iemand die echt geen hulp nodig heeft. Die weet wat hij wil. Ja. Die weet waar hij naartoe gaat. En hij weet wat hij kan. En dat stoort hem. Want alles wat hij tot nu toe, zeg maar, ik noem het zijn tweede carrière. Want laten we eerlijk wezen, tot 2010, 2011, 2012 maakt niet uit wie je tegenover hem zet. Peter, Remy, Faitosa, al die idioten en grote vechters. Sam Schild in 2010. Ja. Maar toen hij terugkwam, ja, kwam hij van een koude kermis. Want dat heeft mij ook wel een beetje gestoord. Is als je anno 2021 het respect nog steeds niet kan geven aan Rico, die van jongs af aan altijd traint, discipline. Ja, ja. En is gewoon een topatleet. Je mag vinden wat je van hem vindt, maar dat is hetzelfde met Sam Schild. Iedereen vindt zijn stijl en hij praat niet en het is geen popiopie. Maar hij heeft toch respect voor hem? Ik weet niet of je respect voor hem. Ik heb het niet over Badr. Ik heb het niet over Badr. Ik heb het over de mensen in het algemeen. Wat nog steeds, als je op social media kijkt, als Rico wat plaatst, dan wordt meteen Badr dit, Badr dat. Kijk. Ja, dat is toch alleen maar goed voor de sport. Laat die mensen lekker houden. Als je naar iedereen gaat 100%. Luisteren. Dat is alleen maar leuk, vind ik. Als mensen een beetje. Voor mij persoonlijk is Badr nog steeds ongelooflijk op eenzame hoogte nummer 1. Alleen als je kijkt naar al die anderen, met name naar Rico. Hij is gewoon top. Is gewoon. Ik heb het. Maar even serieus, Rashid, want je zegt, natuurlijk vindt Rico echt een topatleet. Dat is een uithangbord voor een Nederlands vechtsport. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar als ik kijk naar onze heavyweight division op dit moment in Nederland, of bij Glory überhaupt. Ja. Er is een competitie. Nee, maar noem eens eentje dan, naast Rico. Maar kijk, weet je wat ik altijd zeg over dat soort opmerkingen? Kunnen de hedendaagse vechters daar iets aan doen? Iedereen die Rico voor zijn neus krijgt, ramt in elkaar. Ja, klopt. Dus daar kunnen de vechters niks aan doen. Wat ook een grote fout is, is het niet kunnen loslaten van de vergelijking met 10 jaar daarvoor. Nee. Remy, Peters, Ernesto, Sam Schild, Badr, Errol Zimmerman, Keugan Saki, Tyrus. Die moet je laten nu. Ja. Nee, die moet, maar ik geloof wel dat er nog heel veel talent rondloopt. Oh, dat ben ik het met je eens. In de heavyweight. Alleen, je moet wel die deur voor ze openen. Of je moet ze de kans geven. Ja. En die deur wordt een beetje afgehouden. Ja, dat kan kloppen. Maar daar hadden we het voor de uitzending voor. Het is nu Glory die organiseert. Dus Glory is, en Rico is de cash cow. Dus ze zijn gek. Oh, foutje. Er is maar eentje die de cash cow is. Ja, maar die is een tijdje buiten de deur geweest. Toch? Ja, Badr, dat klopt. Natuurlijk is Badr de cash cow. Maar klopt. Ze teren op Rico, want hij is vijfvoudig wereldkampioen. Ook daarin moet ik je corrigeren. Nee, sorteren op Badr. Dat snap ik. Alleen in die periode dat hij weg was, is Rico degene die het karretje moest trekken, toch? Voor Glory. Nee, voor het Badr waren het veel meer. Waar alle divisies waren gewoon. Daar was nog een beetje het beleid. Want om terug te komen op jouw vraag van deuren die worden dichtgehaald, heeft allemaal te maken met beleid. Uiteindelijk, kijk, weet je, dus, het beleid of het beschermen van je vechters? Nou, dat kan een combinatie zijn. Maar hoe bedoel je beschermen van vechters? Ik denk niet, precies wat jij zegt. Dat je geen tegenstander wilt bieden ik aan. Ik denk dat er genoeg Russen lopen rondlopen. Ja. Okay. Die hele heavyweight divisie schoonmaken. Dat bedoel ik met de deur. Daarom zeg ik buiten de deur houden. Rico en Badr kunnen beschermen. Dat gevoel heb ik. Ja, maar goed, ik vind uiteindelijk moet je gewoon vechten tegen iedereen. Ik vind dat je moet vechten tegen de allerbeste. Ja, en dat ontbreekt nu wel volgens mij bij die grote organisaties. Het is een heel beperkt select groepje. Als je antwoord... En op elke matchmaking heb je dezelfde jongens staan. Ja, eigen organisatie die onder contract staan. Anders krijg je geen kans, toch? Ja. Nee, maar klopt. Maar goed, als je antwoord wil krijgen op waarom alleen die en waarom niet die tegen die, moet je eerst stilstaan bij het beleid. En wat is het beleid? Selectie, wie selecteert er en waarom selecteer je? Ik kan je één dingetje geven. Is, er wordt wel eens een vechter geselecteerd op de kaart omdat hij 1 miljoen volgers heeft. Maar kan niet vechten. Dat hadden we de vorige aflevering al. Ja. En dan kan je hoog of laag springen. Ik kan één naam noemen. Zak McQuissa. Als jij boos wordt, knal je hem in elkaar. Ja. Maar die had een mooi verhaal. Een soort 50 cent verhaal met pistolen. Als hij door de week's Fight Week een interview moest geven, ging degene die de interview afnam, ging huilen van emotie. Maar die jongen kon helemaal niks.
Het was gewoon geen techniek, helemaal niks. Ze hebben bij Hemmers Gym nog echt geprobeerd wat van hem te maken. Nee, maar het is... Lammen tegen de blinden. Maar op een gegeven moment ging hij ook naast de schoenen lopen. Ja, en dan is het ook exit. Een beetje show. Ja, het is kijk, nogmaals, het beleid is, als ik je vertel dat wie betaalt, bepaalt. Ja. Die bepalen ook het beleid. Ja. Als ik je vertel dat in de geschiedenis van Glory... om gewoon aan te geven met wat voor mensen we te maken hebben als we het hebben over Glory. Het grootste evenement wat Glory in haar geschiedenis heeft meegemaakt... is het eerste Collision met Rico Badder, de allereerste. Ja, ja. En dan moet jij mij nu vertellen wat het allereerste wat bevestigd werd... nadat de datum en uiteraard Badder en Rico... wat als eerste bevestigd geboekt werd voor dat evenement. De Glory Girls. Want dat is belangrijk. Ja, dat soort mensen bepalen dus hoe je dan verder... Dus maar daar was je ook onderdeel van? Ja, maar luister, ik moest alles... ik bepaalde niet. Ik deed gewoon. Wij moesten gewoon doen. Wij moeten gewoon invullen. Ja. Ik even terugkomen op wat je net aangaf inderdaad over wie de meeste volgers hebt. Ik heb toen... Ik wilde toen geen naam noemen, omdat ik hem wilde beschermen... de jongste van Wills, Jason? Ja. Die was de huidige kampioen, geloof ik. 85 kilo. Ja. Die hebben ze zijn titel niet laten verdedigen, omdat hij te weinig volgers had. Ja, dat is toch triest. En daarom is hij eruit gezet. Heb je gewoon verloren van Pereira? Nee, maar voor zijn titel hij moest zijn titel verdedigen. Tegen Pereira? Ja, en toen heeft hij, maar dat was nu op 85 kilo. Was het op 85 kilo? Tering zeg. Ik wist niet dat 2 meter en 1,5 meter. Nee, maar die gozer is zo, hè. Maar... In ieder geval, hij geeft dus aan. En hij zegt, mijn contract wordt niet verlengd. En ik kom niet aan de bak, omdat... Geen genoeg volgers. Ik weet het niet, hoor. Ze kijken, Het is 1-1. Het kan. Het verbaast mij niks. Kijk, weet je, het is... Ik heb het door de telefoon al toch hier tegen je gezegd. Het woord promoters is al een paar keer gevallen. Je hebt verschillende promoters. Kijk, het punt is... het is een ongelooflijke moeilijke business. Alle promoters die roepen, het is appeltje-eitje... die moet je sowieso links laten liggen. Ja. Maar die snappen er helemaal niks van. Het is zo moeilijk. Ja. Want het punt is, het gaat ook om geld. Ja. Ja. Dus als je een situatie kan creëren waarin je 50-50 hebt... investeerders, sponsoren meestal... en een promotor die verstand hebt van zaken... maar ook hart heeft voor de sport... nou, anno 2021, die zijn er weinig. Ja. Ik moet één ding zeggen, Infusion misschien, die blijft gaan... Die blijft gaan. Die gaat volgens mij, als ik het nu goed zie... bewandelt die zijn route op basis van, van de mogelijkheden, qua centjes. Ja. Die doet gewoon. En laten we eerlijk wezen. Voor een jonge vechter is het meest belangrijke vechten. Ja, klopt. Als ik nu kijk naar Glory. De talenten. Kijk, en natuurlijk heeft de corona ermee te maken. De talenten als een Tijani Bestati, Hamisha. Ja, komen niet aan de bak. En als je niet vecht... kom je niet vooruit. Ook in die sport is stilstaan achteruit gaan. En dat is gewoon zonde. En je ziet gewoon nu... Dus eigenlijk zeggen die jongens moeten allemaal bij Infusion gaan tekenen. Nee, dat zeg ik niet. Nee. Dat zeg ik. Ik denk dat Edwin wel een blij zijn meester zijn. Maar Jeraj ook niet. Alleen kan ze niet betalen meer. Kijk, en dat zegt Edwin zelf ook. Hij zegt, ik geef mij maar die talenten. Talenten. En na 5 jaar zijn ze bij mij uitgeleerd. Ja. En dan kan ik ze niet meer betalen. Ja. Maar mama, wat vind jij bijvoorbeeld nu van de Glory? Is opgeschoven naar 4 september, toch? En ik kan het mis hebben, maar het kan dus te maken hebben met het publiek wat ze wilden hebben. Maar het publiek voor Badder. Ja, maar Badder, wat jij zegt, maar Glory is afhankelijk van Badder, toch? Ja, okay. Dat zeiden we net ook al. Oké, terecht. Okay, dus ze verplaatsen een evenement, want ze willen terecht mensen binnen hebben. Ja. Toch? Maar dat is toch logisch? Maar, en de rest dan? Een pay-per-view heb je in Nederland niks aan. Oké, maar waarom laten ze de rest barsten dan? Omdat het niet belangrijk is. Ja, maar dat slaat toch nergens op? Dat is echt zo onbeschoft dat ze dus... Ja, het is ook onbeschoft, ja. Maar waarom zet Glory dan niet een kleinere een klein evenement? Daar voelen ze zich misschien te goed voor. Ja, maar kleine evenementen kosten ook geld. Ja, maar we zijn erover uit, Badr is de cash cow, toch? Ja, 100%. Volgens mij als je die alleen programma zet,
Bekerlaatste speelt in de zaal. Nou weet je, laat ik het anders. De laatste keer tegen Rico belangrijk in het voetbalstadion. Ik vind kippenvelden. Ik, als Badden niet vocht, zou het nooit plaatsvinden daar. Ik vind het belangrijk om dat woord wat kerskou te veranderen. In de zin van, kijk, een badder heeft een uniek dingetje. Is echt uniek. Hij verkoopt ook kaartjes aan mensen die hem haten tot op het bot. Ja. Mensen die de duurste plastic stoeltjes vooraan kopen. Om hem te zien falen. Ja. Dus die jongen is de enige die geld in het. Tuurlijk een Rico met zijn fanbase en al die andere jongens. Maar het kan niet tippen. We weten allemaal, Arnhem Gelderdoom zat niet vol. Vanwege Pietje, Klaas of Henk. Vanwege Badder. Ja. Dus weet je, kijk, en kom ik weer. Ik heb het net al eerder genoemd. Degene die bepalen. Dat zijn niet jongens die gisteren zijn begonnen met investeren. Die lopen al 6, 7, 8 jaar te investeren. Ja. En gewoon dik geld. Maar die hebben geen verstand van vechtsport. Ja, hoeven ze toch ook niet? Hoeven ze niet, willen ze niet, zullen ze ook nooit weten. En dat is precies ook het knelpunt. Ja, precies. Dat gaat dus fout. Het gaat zoals het gaat. Maar zou je een beetje kunnen vertellen, want je vertelde het inderdaad ons net. Maar zou je dat een beetje kunnen vertellen hoe dat met die Fransman werkt en hoe ze dat doen met die Amerikanen? Of vind je dat niet belangrijk? Nou ja, goed. Kijk, die investeerder heeft gewoon geld. En die investeert in een project, in een product. En dat heet Glory. En daarvoor heeft hij mensen aangesteld. En er zijn heel veel goede mensen. Die echt wel verstand van zaken hebben. Alleen niet over de kickbox. Dus geen verstand van vechtsport? Nee. Nee. Dan ben je snel uitgeluld. Ja. Ja. Kijk, als ik een discussie, nu wil ik ook wel tegen je zeggen, een discussie met een van de investeerders moet aangaan, waarin eigenlijk gesuggereerd wordt, wat heb je nou gedaan? Leg jij eens uit waarom jij in godsnaam 120 kilo aan ijsblokjes hebt gekocht. Waarop ik tegen hem zeg, nou, ik wil je wel een keer uitnodigen voor één low-kick. Dan kun je zien hoeveel ijs je nodig hebt. Ja, inderdaad. Rashid, hebben wij apen of zo? Ik zeg, hoe bedoel je? 60 kilo bananen? Nee, dan moet ik dat soort discussies aangaan met iemand. Maar hij betaalt ze. Hij is ook geen, ze betaalt ze. Wat heb ik bedoeld? Weet je? Wauw. Ja, dat soort... Ja, maar ik begrijp het echt waar. Weet je? En misschien heeft het, misschien, hè, zo praat ik met mezelf. Ja. Misschien is het ook een beetje jaloezie van binnen van mij. Dat ik nooit altijd heb gehad, weet je. Ik bedoel, ik heb met de tyfus gevochten. Tegen de allerbeste. En ik denk, ja. Zo kan je het zien. Ja, weet je. En snap je, dus wat hun nu hebben aan geld en investering, dat hebben wij nooit gehad. Ik zeg je heel eerlijk, als It's Showtime, 25% van het geld wat in de afgelopen jaar per jaar in Glorious gestopt, waren wij er nog. 100%. Maar waarom heeft Simon dat dan verkocht, als ik vraag mag? Luister, kijk. Simon is een man van zijn woord. Ja. Dat is één. Je mag vinden wat je van hem vindt, maar op een gegeven moment kon hij zijn afspraken niet meer nakomen. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als je vechters, want hij had de beste vechter zonder contract. Ja. En op een gegeven moment werden die contracten weer aangegaan of verlengd. Aan de hand van een mededeling van, luister, we hebben heel veel contracten met tv-zenders waar wij om niet contracten mee hadden. En wat dat betekent, dat jij zendt onze producten uit. We hoeven geen geld, maar je zendt het wel uit, zodat iedereen weet wie wij zijn. Heel Europa. Over 2 jaar gaan wij praten. Wat je, als je het leuk vindt en goed vindt, dan ga je wat betalen. Na 2 jaar kwam die crisis in 2008, 2009. Oh. Ja, en dan had je een vechter die nog een contract had. Die niet alleen een contract had, maar die ook beloofd had, je het volgende contract ga ik je meer betalen. Ja, en toen kwam Pierre langs. Dus ja, toen heeft hij alles verkocht. En het ging ook een klein beetje met zijn gezondheid. En ik weet je wat? Wegwijzen. Hij heeft nog nooit meer omgekeken naar de kickboxwereld. Kan je dat moment nog herinneren? Dat we in de arena zaten en dat hij de microfoon pakte en dat hij zei... Was niet in de arena. Was in Brussel. Was het in Brussel? Dat hij het verkocht? Ja, maar dat hij de microfoon pakte en die zei... In Brussel? Het opgenomen. Was het in Brussel? Brussel? Waar waren we in Brussel? Brussel was ik niet bij. Ik dacht arena. Brussel. Het was ik zo raar moment en zo. En ik voelde het allemaal wateren. Want normaal, elke dag... Tijdens de Fight Week, hè, dus de wegingen. Elke dag, ik weet dat Simon altijd druk is. Elke dag, of belt hij, of zie ik hem, of heb ik een gesprek met hem. Hoe dingen gaan, waar hij mee zit. En 3 dagen voor Brussel. Geen contact. Waarom? Ik zat in een hotel een deal te maken met Pierre. Oh. Dus toen hij ook zo de ring instapte. Kijk, ik heb een tijdje lang gelopen met shit. Maar hoorde je toen ook voor het eerst, toen hij in de ring stond? Ja. Niemand wist het. Ik denk dat de compagnons Raymond en Edwin uiteraard wel wisten, want het was ook hun ding. Ja, het was echt zo. Maar Raymond heeft nog aandelen bij Glorious, dat is toch?
Raymond is er ook uit. Raymond is er ook uit. Cor ook? Cor ook eruit. Okay. Ja, ze hebben schoon schip gemaakt. En Robbie, die de administratie deed voor Talents, die doet nu de matchmaking. En die uiteraard onder begeleiding of aan de hand van instructies en beslissingen vanuit de hogere hand. Maar ja, kijk, ze hebben nog die vechters. Alleen ja, de corona en ook nu het beleid met we moeten een drager maar, hebben. Maar nou, denk je dat ze blij zijn met corona, Glory? Nou, ze denken van, we zijn niks verplicht aan die vechters. We lachen, nou, jongen. Het zal me niks verbazen. Ze denken van, gelukkig corona. Ze hebben de corona kwam. Ze hebben kantoor Nederland failliet verklaard. Amerika eruit gegooid en China eruit gegooid. Ja, dus er kwam ze eigenlijk wel goed uit. Ja, nogmaals, het is een beslissing. En vervolgens hebben ze iets geopend in Londen. En, failliet gaan beslis je niet zelf. Nee, het meest waardevolle hadden ze. Dat is het logo. Ja. En de contracten van de vechters. Nou, dat houden ze. Dan gaan ze nu mee verder. En ja, weet je, ik zeg je heel eerlijk. Ik hoop voor de vechters. Ja. Dat ze elke week mogen vechten. Want die jongens hebben geen brood. Niks. Nee. En we hadden het net over. Tegenwoordig. Voedingsdeskundige, die analyse, krachttraining, zuurstoftraining, weet ik veel wat ze allemaal hebben. Kijk, dat kost zijn de voordelen. Allemaal geld. Maar vroeger, wat ik vond vroeger wat de voordelen waren, niemand had een contract ergens. Hè. Als je een vechter wilde hebben, dan belde je gewoon even naar de trainer. En je ging langs op de sportschool en je ging onderhandelen en die gast ging vechten. Ja. Dat was vroeger wel ideaal, dan kon je de best tegen de best zetten. Vroeger had je niet echt contracten. Ik ken nog van het Showtime dat je 60-70% van je kaart was van jou. Vanaf Showtime begon een beetje het contractueel werk. En, ja. Maar daarvoor was het gewoon, je belt Hassan zijn trainer op, Ben Ali. En je belde een Moesje, even luisteren, ik heb een mooie match. En dat waren met de toppers. En je ging langs en je onderhandelde, je kwam eruit en ze gingen knokken. Is dat niet verschrikkelijk? Zo kwamen wel de mooiste partijen tot stand. Ja. En nu wordt iedereen beschermd en al zit aan zijn contract. Die jongens van Glory mogen bij Glory vechten. Nee, maar Money Talks. Jongens. Money Talks. Ja. Jongen, luister, het is op dit moment, hoeveel ik in het begin van Glory, en dat vond ik best wel erg ook, hè, ook uit mijn eigen kringen, hoeveel gezeik ik kreeg van Rashid. Wat de fuck doet die gozer dan, man? Ik heb iemand op de sportschool die ramt hem in elkaar. Ja. Dat heb ik zo vaak. Alleen, dan moet ik op een gegeven moment gaan antwoorden. Ja, maar hij heeft 2 miljoen kijkers thuis. Ja. Hoeveel heb jij? 13 papegaaien en 1 kraai. 13 broers en niemand koopt een kaartje. Want als iemand een pay-per-view kaartje koopt, dan gaan jullie thuis zitten met z'n 13e kijken op 1. Ja. Kijk, weet je, het is deze constructie, zoals die bedoelt, je moet ook wat in het laadje kunnen brengen. Maar weet je? En het is ook niet raar eigenlijk, hè? Nou, het is wel. Weet je wat ik raar vind? En ja, maar dat is dus. Maar kijk, nee, want die is toch die mensen hebben een bedrijf te runnen. Kijk, maar luister. Er moet ook geld in het laadje komen. Dus dat is nog niet eens. Het kan niet alleen maar geld uitgeven en er moet ook wat binnenkomen. De waarheid ligt een beetje in het midden. Waarom? Als we even teruggaan naar schoenmaker, blijf bij je leest. Ja. Ik heb heel veel echt wereldtopvechters meegemaakt, ja. Die gewoon het niet hebben om voor een camera iets te zeggen, waardoor jij een kaartje gaat kopen. Ja. Ik heb een keer een filmpje op moeten nemen van 3 zinnen van Marat Grigorian. Ja? Geen lullen. Op een gegeven moment lachen we in een deuk. Het werkt gewoon niet. Maar die jongen kan wel knokken. Ja. En daar bedoel ik mee te zeggen, laat die gasten gewoon lekker knokken. Ja. Weet maar je? Als investeerder kan je dat toch eisen van de promotie? Ik investeer zoveel geld, zoveel miljoenen of zoveel duizend euro's. Maar ik eis wel de allerbeste vechters tegen elkaar. Dus als je bij One of C zit, bij Glory, Dat zijn vechtsportliefhebbers. Juist. En dit zijn geen vechtsportliefhebbers, dit zijn gewoon zakenmensen. Nog één keer, Hassan. De eigenaar van Glory. Ik ga het nog één keer zeggen. Die heeft maar één belang. Is wat hij er gisteren ingestopt hebt, moet hij er morgen uit hebben. Ja. Ja. En het moet snel. Nou, dan ga je om je heen kijken. Hoe doen ze dat? Nou, kijk maar hoe ze het nu doen. Dat is wat ze nu doen. Ze geven niet om mensen. Ik heb wel eens een discussie gehad. Ik probeerde iemand te verdedigen. Maakt niet uit wat. It's part of the job. Klaar. Echt op zijn minuut. Case close. Ja, als ik iemand moet uitleggen waarom ik 4 kilo ijsblokjes koop voor vechter. Ja, dan weet je hoe laat het is. Hij begrijpt dat niet. Nee. Hij begrijpt dat niet. Erg frustrerend. Discussies over, dan moet ik iemand invliegen van A naar B. En dan boek ik. En dan gaan ze steekproefgewijs gaan ze dan een keer controleren waarom ik die vlucht heb geboekt. Rashid, why did you book that flight? 1700 euro's. Look what I found. Ik zeg, geen bagage, 6 tussenstop. Pak hem, neem jij hem?
Ja, maar dat soort discussies. Om heel vroeg in de ochtend, hè, als wij uittreffen vlogen ergens. Dat soort discussies, vriend. Weet je, en eigenlijk denk je, zijn ze onbewust hun eigen ruit aan het ingooien. Nou, kijk, het probleem is, het is niet een probleem. Kijk, het feit, en daarom ben toch, ik toch, of zeg ik iets raars? Nee, je zegt het niet raar. Alleen, het feit dat ik coulant moet zijn in mijn mening, is omdat ik geef om de vechters. Ja. En daar bedoel ik mee, zij geven een ring, in dit geval een podium. Daar worden ze voor betaald. En dat is hun werk. Ja. En kijk, er is geen vechter die nu zegt, ik ga het niet doen. Want je hebt ook vechters gehad die er nu bijvoorbeeld zijn. Die jaren hebben geroepen, rot op met de glory, rot op. Ja. En nu zijn ze er. Ja, ja. Waarom? Ja. Mooiste opmerking van één vechter waar ik de naam niet van ga noemen. Klein mannetje, 65 kilo. Wat ik hier op één partij vecht, moest ik 5 partijen voor vechten. Ja. Nou, ga nadenken. Je bent zelf vechter geweest. Hoeveel dat... Hoeveel dat En het is ook een mooi podium. Ja, en dan kan ik nog één dingetje over dezelfde vechter zeggen. Die had een shirt, die kreeg meteen een penalty op zijn rug in Londen. Ja. Had hij op, Allah is my only prophet. Ja, had ik gehoord. Dus dan kreeg je meteen te maken met de decision makers die van een andere kant komen. Ja. Van hoe kun je dat nou zeggen? Ja. Als je zegt Allah is my prophet, prima. Maar only, dan ga je mee. Ja. Dus om aan te geven, het is een moeilijke business. En ze willen marionetpoppetjes spelen. Je doet wat wij zeggen en that's it. En wil je niet, ga je. Ja, je hebt nog lang volgehouden als ik het zo hoor. Ja, ik zeg je heel eerlijk. En ik kan het niet zeggen. Hij zegt terecht, elke dag hebben we gevloekt, weet je. En we zaten in een, ik noem het commandopost waar wij werkten. En soms was ik tegelijkertijd bezig met 3 evenementen. Je bent een kaal van geworden volgens mij. Sure. Vandaar je petten. Man. Echt hard gewerkt. En daarom was de beslissing om het Nederlands kantoor... Maar ook de Amerikanen hoor. Want uiteindelijk heb ik echt wel... als ik achterom kijk... niet alleen ik, maar ook echt een paar mensen die er nu niet meer bij betrokken zijn. Het team wat de backstage deed van Alla J, Sebas. Als je ziet wat wij gewoon hebben gedaan afgelopen jaren. We waren de goedkoopste. Als het gaat om... maar ik heb ook heel veel media mensen die ik nu nog steeds mis. Ja. Camera, overal mee gewerkt. Maakt niet uit, in Thailand, Japan, Amerika. Het maakt er niet uit. Het liedje is steeds hetzelfde. En hoe is je contact nu met Simon, vraag ik me af. Ja, hoe is het met hem? Ik weet het niet. Ik zeg je heel eerlijk, hij heeft echt afstand genomen van het hele... Maar hoe is jouw contact met hem? Geen, nee. Hij is echt uitgestapt. Hij is uitgestapt. 20 jaar samengewerkt. Ja, hij heeft... Een keer aan tafel willen hebben. Nee, doet hij niet meer. Wij hebben hem bij de allereerste evenement toen wij een vergunning kregen voor Amsterdam. In 2012 begonnen we met Glory. En... 2016 kwamen we met de eerste collision in de Rai. Toen hadden we Van der Laan en de hele mikmak. Dachten we, hoe mooi zou het zijn? Absoluut niet. Ik wil niet meer. Hij is klaar met die wereld. Maar Rusty, ik heb ook gehoord dat hij niet mocht komen. Wie? Simon. Nou, dan ken je Simon niet. Als Simon ergens naartoe wil, gaat hij naartoe, hoor. Ik had echt begrepen dat hij... Nee, maar... Dat hij niet mocht komen? Van Glory. Ik weet niet van wie. Nee, want wat kan ik je wel vertellen. Toen wij overgingen van It's Showtime and Glory, is hij aangebleven als adviseur. Nou ja. Echt waar? Ja, maar Simon, zeg je 1 keer iets, 2 keer iets, 3 keer en dan is het klaar. Hij ging adviezen geven tot en met Glory 4. Dat was in Tokio. En toen zei hij, weet je wat, als jullie niet willen doen of luisteren op zijn minst naar mijn advies, weet je wat, geef me mijn geld, stop hem maar mee. Dan is hij er zelf uitgegaan. Kijk, weet je, het punt is toen we begonnen... Kijk, hiërarchie in het bedrijf moet zo zijn. Toch? Ja. 1 decision maker of owner, decision maker, managers. En dan... toen we begonnen, was het zo. 54 managers hadden nog nooit wat gedaan. Kon ineens hun naam schrijven. Als je een e-mail zag, dan zag je een functie eronder staan. Die denk van, jezus, de procureur-generaal. Hij kan niks. Alleen omdat hij Amerikaan was, ging dat wat versoepeler. Oh, mooi verhaal. Nou, dat was niet normaal. In het begin was echt niet normaal. Meetings met 63 man. Dan denk je, oké. Maar niemand die wat deed. Ja. Uiteindelijk moesten wij het allemaal doen. Het werk doen. Alleen maar praten, ideeën. Dus ja, nogmaals, ik hoop voor de vechters dat ze echt snel aan de bak kunnen. Maar als ik het zo hoor, als je is Glory ook einde in zicht, hoor. Nou, wat ik jammer... Ik denk dat lang gaat duren in Nederland. Kijk, wat ik jammer vind is, wat je nu allemaal ziet, is korte termijn. Ja. Allemaal korte termijn. Gaten veel heb ik het gevoel. Korte termijn. Kijk, ik gun het Envisie eigenlijk wel erg. Niemand heeft het eeuwige leven. Ook Rico niet, ook Badr niet, ook Jaffa niet, ook Brestovac niet. Hes, al die gasten die daar ooit hebben gevochten. Die moeten...
Maar je moet wel van beneden aan, moet je wel gaan voeren. Nou, en 100%. Dat zei ik dus tegen, tegen Timmer. Want ik sprak hem op de telefoon, want ik heb best wel goed contact met hem. Ik zeg altijd als we... Onze webdesigner. Ja, als we Glory discussiëren, bel ik hem altijd, weet je. Ik zeg, Bart en Rico zijn de blueprint. Ik zeg maar, jullie hebben... Wie gaat ze opvolgen? Nieuwe aanwas is er niet. En, nou, ja, dus ik vroeg hem, ik zeg, gaan ze maar stoppen? Maar dat komt door wat hij net allemaal zegt natuurlijk. Ja, maar ik denk wel... Al die piepo's die er geen verstand van hebben. Maar ik denk wel dat ze dat gewoon nu gebruiken als een soort... Kijk, hij gaat het dragen. Net als, hoe heet het nou? Die laatste coalition in Gelderdoom. Het is toch nog steeds de partij, de opkomst, alles erop en eraan. Waar we het nog steeds over hebben. Maar de partijen... Eerder die avond waren ook top. Schitterend, man. Dus met andere woorden, het is nu de drager. Ja. Nou, laat hem nog 2, 3, 4 keer het dragen. En kijk, corona maakt het ook moeilijk. Ja. Want zo'n pay-per-view, doodsaai. Met alleen een referee die af en toe een pen in drukt. Dat is niks. Nee. En je ziet de route die ze nu bewandelen. Ze zet zo, boom, huppatee naar 4 september. Omdat ze hopelijk 10.000 man erin mogen gooien in de Ahoy. Dus ja, beter die 10.000 plus pay-per-view. Maar is dat pay-per-view interessant in Nederland? Nee, natuurlijk niet. Nee, toch? Ik bedoel, je kent ons publiek. Als je een vechter, 2 vechters tegenover elkaar hebt staan... die een beetje aan het wachten zijn... dat ze 3, 4, 5 seconden gaan we boeien. We zijn zo verwend. Die gaan echt geen tientje betalen om te gaan kijken. Nee, daar zijn we ook veel te klein landje voor. Nee, maar we hebben zoveel kickboxers hier gehad, al 30, 40 jaar. Elke week van Zonnehuis tot de Magna. Ja. Elke hoek van is Nederland wel een kampioen. Elk weekend had je wel 4, 5 galas. Dat is niet normaal. Kijk, en daarom worden Nederlanders, of tenminste vechters uit Nederland, dat is het mooie wat ik altijd vond, gehekeld in de hele wereld. Ja. Want overal waar je komt, als ze van een Nederlander winnen, dan zijn ze helemaal klaar. Ja. Maar niet uit Marokkaan, Turk, Chinees. Als hij uit Nederland komt, als ik hem van hem win omdat hij uit Nederland komt, dat was wel heel mooi. Dat is echt heel mooi. Wij waren populair, hoor. Ja. Dat is niet normaal. Of ik in Brazilië kwam met Hyena, hoe heet hij ook alweer, uit Den Haag? Hafid. Die heeft die pareren ook in elkaar geramd. Denk ik, niks van niks, Hyena. Ja, knokker, jongen. Ja, knokker, ja. Zelfs tegen Giorgio Petrosi in Milaan. In Milaan gaf hij hem. Hij heeft net niet gewonnen van hem. Okay. Maar wat een partij. Wat een partij die Hyena. Zeg niet normaal. Over Galen gesproken. Stap ik even naar het boksen. Ik heb mijn laatste carrière gebokst. Mijn boksen is erkend. Het is een erkende sport. Ik boks helaas niet. Maar bij boksen was het wel zo dat je licentie moest aanvragen. Je moest per jaar wat betalen. Je moest keuringen betalen. En je moest die scan doen. 400-500 euro was je totaal kwijt. Ja. En dan kon je ergens boksen voor 600 euro, 700 euro als je geluk had in Nederland. In Nederland boksen was dood, maar het was wel professioneel. Maar tot mijn verbazing, een aantal weken geleden. Dit is een promotor, ik ga de naam niet eens noemen. En mij persoonlijk zit het erg dwars. Is dat hij dus nu die influence laat boksen op kickboxschalen. Die krijgen een podium, daar zeg je u tegen. Reclame zeg je u tegen, die krijgen goed betaald. Maar die gasten komen gewoon weg zonder licentie, zonder scans, zonder keuringen. En ik vraag me gewoon... Je kunt het toch niet deze normale links testen? Ja, maar dat is toch absurd dat kan? Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is wachten op een letsel. En dan gaan pas de belletjes ringelen. Want ik bedoel, kijk, weet je, het is vechtsport in het algemeen. Kijk, ik ben een sportliefhebber. En ik ken geen andere sport dan vechtsport. Wat zo zwaar is om vervolgens op het podium, in dit geval in de ring, te stappen. Als jij ongetraind, echt niet 4 weken even een PR'tje. Is gevaarlijk. Ja. Ik vind het ook gevaarlijk. Kijk, jij hebt het over de kosten. Maar hier zie je weer kosten en letsel als gevolg. Wegen niet op tegen de commerciële doeleinden. Dat is eigenlijk weer dezelfde raakvlak. Gebruiken ze gewoon. Weet je? Maar dat kan je toch ook niet serieus nemen. Dat influencers boksen. Dat is eigenlijk heel komisch. Dat trekt heel veel mensen aan. Ja, maar ik boks daar niet meer gelukkig. Maar dat is toch raar. Je hebt nu profboxers. Die wachten hopelijk op 1 keer per jaar te kunnen boksen.
Ja. Die moeten echt waar. Die... Maar we hadden toch net over volgers. Hè? De, ja. Bij Glory zelf een professionele organisatie. Die kijkt naar volgers. En, ik zal je wat vertellen. Als Glory dit idee hoort, gaan ze bij Glory boksen in de volkprogramma. Ja, Floyd Mayweather pakt 3 miljoen tegen Logan. Nee, maar ik wil net zeggen. Dus, maar je hebt het nu over Nederland. Maar in Amerika gebeurt nu precies hetzelfde. Ja, maar kijk. Daar, al die YouTubers maar die jongens worden wel, die moeten wel een licentie aanvragen. Ja, maar met alle respect. Met zo'n Floyd Mayweather. Dat is een beroemdheid waar heel veel boksers tegenop kijken. Die zouden heel graag tegen hem in de ring een keer willen staan. Alles is 1 ronde. En dan komt zo'n piepo van een YouTube die mag tegen hem 12 rondes vechten. Maar daar is toch ook geen beleid meer op? Helemaal met je eens. Weet je wat Floyd zegt? Ik heb zijn interview gezien. En zijn laatste is, hij zegt ik kan over 2 maanden kan ik tegen de nummer 1 of nummer 2 van de WBC boksen. Ja. Dat kan ik. Krijg ik 2 tientjes. Nee, dan zegt hij dan pak ik 3 miljoen, 4 miljoen, misschien 13 miljoen. Hij zegt, ik kan nu tegen iemand die tegen een YouTuber vecht, hè? Ja. En ik pak 300 miljoen. Ja, precies. Hij zegt, zeg het maar. Nou, de keuze dus aan de andere kant zeg ik, hij heeft gelijk. Ja, maar tuurlijk heeft hij gelijk. Het is absurd voor de jongens die in de top 10 staan, wel tegen hem kunnen. Ja, de wereld is oneerlijk. Dat is dus in het algemeen, want het komt weer op hetzelfde neer. Het economische, financiële belang weegt meer en hoger en zwaarder dan de sport aan zich. Ja. En in dit geval, wat jij net aangaf, is het zelfs zo, het wordt gedoogd of het wordt niet, geen licentie, geen abonnementsgelden, geen, ik weet bijvoorbeeld bij Glory, het is niet normaal wat je aan moet leveren tegenwoordig om te vechten. Helemaal in Amerika met die State Athletic Commissie. Na afloop, of je gewonnen hebt met een glimlach of verloren hebt, weer naar de dokter toe, doping. Zo'n controle, en dat doet de Glory echt goed. Dat is echt niet normaal, bijna overdreven aan toe. En als je dan dit hoort, dat weegt zo. Maar ik las ook laatst een comment van iemand van een vechter. Die zei, breng al die influencers maar 1 voor 1. Ik blijf de hele avond in de ring staan. Ze mogen allemaal 1 ronde tegen mij. Ja, dat is ook een mooi idee. Dat is ook een mooi idee. En voor die influencers lekker gaan, die is het ook leuk. Is het ook leuk? En, ik maak me er helemaal niet druk om. Ja. Is er nooit een influencer bij jou de gym ingekomen? Jawel, Yusuf Aknik heeft heel lang Chinezen getraind. Ik ben zijn naam kwijt. Maar dat deed hij mij op gym Corona dicht. Hij woont op mij om de hoek. Hij zei, kunnen we gebruik maken van de sportschool? Heb ik ook gezegd, nou, prima. Toen heb ik zei, we willen er geen geld van. Maar het is wel leuk als je even een paar filmpjes post voor ons. Nou, ja. Tuurlijk. Dus dat heb ik toen zo aangepakt. Maar dat is voor Yusuf toch ook leuk PR als trainer. Ja, maar is het... Ik, weet je, jij zegt het gerecht. En ik vond die jongen, moet ik zeggen, die Chinese jongen... Hangwee, dat was wel, een trainingsbeest. Ja, ik vind het ook niet erg. Iedereen mag erin. Duim gekneusd, gebroken. Don't play boxing. Nee, ik ben niet met je eens. Niemand, ja, maar ik bedoel, je mag niet zomaar erin. Nee, natuurlijk. Maar als jij getraind bent en je vraagt een licentie aan en je hebt alles doorstaan en je kan na 2 jaar de ring in. Hey, probeer het. Nou, maar als ik kijk naar Yusuf met die Hanwee, die trainde, dat was een trainingsbeest. Die trainde bijna elke dag. Hè? En die had de ene spanningspad naar de andere. Die gozer heeft daar met bloedneus eten, werd eruit geslagen. Echt zelfs af en toe tegen Yusuf boksen. Ik zat even te kijken. Ik denk, als het nog goed gaat, weet je. En die gozer gaf wel, ja, ik vond het wel mooi om te zien. Ja, goed, dat is niet. En, maar ik denk, als er een influencer mij zou aankloppen van wie je met trainer, zou ik het ook doen. Zou jij denk ik ook doen? Tuurlijk. Nee, ik zou het niet doen. Dat geloof ik niet. Is wel leuk hoor. Daar wil ik een beetje op leggen. Weet je waarom? Nee. Maar trainen voor de wedstrijd, dus die jongens trainen voor de wedstrijd. Ik zou hem niet trainen. Dat is toch hartstikke leuk, man. Weet je waarom niet? Het klinkt heel raar wat je nu zegt, maar sinds ik gestopt ben ik me wat meer van gaan verdiepen in hoe dat een beetje werkt in het hoofd, in het lichaam. De schade die je oploopt bij een down, dat is niet normaal, man. Dat is niet normaal. En dat zie je niet als je vecht. Maar daarom zei ik net over je eerste, waar jij dus een opmerking met een mega vraagteken in zette. Het is dus wachten op de eerste letsel. Ja. Maar ze tekenen natuurlijk vecht op eigen risico. Hè? Ja, 100%. Die promotor is niet gek. Hij komt niks voor. Melvin is niet gek, nee. Jij zegt net, ik ga geen namen noemen, maar je hebt volgens mij gewoon over Melvin Manhoef. Nee, ik heb niet over Manhoef. Maar hij komt bij jou. Dus hij vertrouwt jou. Ja. Snap je? Ja, maar hij is geen dokter. Ja, precies. Snap je? Nee, maar ik kan trainen. Ik kan trainen. Oké, maar dat is zo'n jongen die... Ik ben een beetje coach. Jij weet het ook. Wij hebben altijd gevochten. Ja. Wij horen dat soort dingen niet meer. Hoe vaak heb jouw moeder of mijn moeder tegen jou gezegd... Hey, stop nou, dat is niet goed voor je hoofd. Kijk, vaak, elke dag. En dat horen mijn moeder vond het helemaal niet goed. Ik hoor het nu pas. Want mijn moeder en mijn vader lagen tegen me zeiden van... Ah, die sport is niet goed voor. Nee, dat zeiden ze toen al tegen mij. Nee, maar ik bedoel te zeggen, ze zeiden het toen. Ah, maar je besefte het niet. Ja. Dat heb ik niet. Nu wel. En dat wil ik die jongens ook duidelijk maken. Je kan wel de ring in, of je kan wel trainen. Maar het is geen voetbal of geen... Hassan, ik heb met voetballen veel meer blessures gehad dan met kickboksen. Ja, maar het is gewoon één onderschatting.
Kijk, het is onderschatting van de sport in die ring. En ik vind het, hoe je het wint of keert, linksom, rechtsom, ik vind het een beetje respectloos. Naar iemand die van sport. C, ja. B, ja, okay, ja. A, zoveel heeft, ja. heeft belopen ja, om te komen waar hij nu komt. En jij zet hem er nu in omdat jij, ja. omdat jij het weer elke avond maar presenteert. Maar dat doen ze in Amerika toch nu ook met het boksen? Ja, maar you guys, money talks. Ja, money talks. Maar je gaat ook om geld. Volle bakken daarom in Almere. Ik moet zeggen, die partij van Floyd Mayweather tegen die Logan is geweigerd in Las Vegas. En ik zou je vertellen... Dan ging ze een andere State Athletic Commissie. Ja, onder de tafel betalen en huppatee. Maar Rashid, Las Vegas... dat was een interview met een van die gasten van de commissie. Las Vegas, als Floyd Mayweather bokste in Las Vegas, verdiende Las Vegas... Het zoveel geld. Ja, dat, casino's in een hele mikmak. Ja, ze verdienden het meeste geld. De stad Las Vegas verdiende het meeste geld als Floyd bokste. Dat is toch mooi. Toen kwam hij, dus hij kwam Las Vegas, want zijn hometown, zegt hij, om die partij te doen. En toen zei Las Vegas, nee, want die meneer die heeft geen licentie. Ja. Ze wilden hebben ze niet gedaan. Ze wisten, als hij bokst... Ja. Dat is het handige en waar is het uiteindelijk plaatsgevonden? Florida, volgens mij. Dat is het handige van Amerika. 52 staten. Ja. 52 steden. Allemaal eigen regels. Oh, je vindt eentje. Ja. Vriend. Een hamburger. Die zijn handtekening niet onder zet. Klaar. En je hoort nu heel vaak gasten die terugkomen. Zit jij een comeback? Nou, als ze me een paszak geld geven. Stap ik morgen de ringen naast aan. Oh, ja. Serieus, ja? Ja, tuurlijk. Zou je dat echt wel? Zou je dat hele trick nog willen? Ja hoor. 2-3 maandjes, man. Knallen. Zou het zo doen, 100%. Ik knop omdraaien, hoor. Zal ik geld geven? Ik heb het verhaal zo vaak verteld. Maar deze gozer, en daar vraag ik het ook aan hem. En daarom... Ziet hem ook nog doen. Ja, ik zou het zo doen. Hij heeft zo, zonder na te denken. Is het kennis het juiste woord van van het vechtsport? Kijk, ik ben een harde werker. Ik moest van hard werk hebben. Maar deze gozer heeft een soort... Gave. Hij doet precies wat hij moet doen en hij weet ook precies wanneer hij het moet doen. En hij heeft zo vaak, en dan was ik weer aan het trainen als een gek. En dan ging hij met goud naar huis en ik had brons. Terwijl hij die avond gewoon niet in de kroeg, ja, maar aan de koffie zat tot 12 uur. Sommige mensen hebben dat. Nee, maar ik heb ook nog echt de top bereikt. En mag hij ook. Een paar keer goud plak gepakt. En dat heeft te maken gehad met het kamp, niet Moesiet, maar omdat jullie zoveel jongens hadden. Ja. Kun je nog herinneren, Moesiet in Oost? Hoeveel jongens? Ja. Ik denk wel 30, 40 van die. Ja, allemaal dezelfde gewichten. En daarom. Van die springhanen. Ja. Allemaal op één gewicht. En daarom is het denk ik moeilijk geweest. Nou, voor een heleboel talent wat gestopt is om niet de top te halen. Niet omdat ze niet de talent hadden, maar omdat er te veel jongens waren. Ja, maar het was bij ons op de sportschool stond net de kickbox gehaald. Ja, zat die bank zat en dan sta ik helemaal vol. Maar qua training is het dan wel top, als je tegen niveau kan trainen. Laag plafond, je grote niet, zeil. Je kan niet minder geven. En 40 van die springhanen om elkaar losbeuken, dat was niet normaal soms. Ja. Ja, maar goed, als je dan een promotor hebt die een 63,5 kilo nodig hebt en hij heeft 20, ja, is makkelijk. Dan moet je kiezen. Ik heb nog een keer herinnerd dat wij een keer naar de kickbox gehaald gingen en volgens mij zo, ik weet even niet meer wie er zou vechten, een van die jongens, 63 kilo. En nou, die waren eigenlijk geblesseerd, dus moest je Dennis Kruwel helemaal niet gebeld van ik neem iemand anders mee. We gingen gewoon naar het gala, nam hij mij mee en dan Moerad mee. Hij moeder had net de week ervoor gevochten. Ze komen eraan en ik had daarvoor ook tegen die jongen van uit Rotterdam gevochten. Ik heel goed gevochten, hoe ik dat deed weet ik niet meer. Maar Dennis Kruwel was onder de indruk. We komen zo op het gala in Dordrecht en hij zegt, is wel vecht vandaag. Die Dennis was, godverdomme, wat hebben we niet afgesproken? Die zou komen, ja, die is geblesseerd geraakt. Ja, godverdomme. Zegt hij, dan neem je toch Moerad? En Moerad doet hem zo hard, god, de bonken. Moerad zegt, ja, ga ik wel. Ja, doe maar Moerad. Jezus. Gewoon, als iemand uitviel, dan niet kom je gewoon meenemen. Ja. Dat vergeet ik nooit meer, jongen. Ging zo gaan. Moerad ging mee als verzorger, ik zou gaan vechten. Mooi. Invallen. Hij zegt, hij is wel vecht. Dennis, oh god, die kreeg een ruzie daar, jongen. Hij moest niet. Ik zeg, oké, dan vecht Moerad toch als je niet wil. Moerad is morgen geschoven. Maar we hebben echt heel veel talent in Nederland. Dus niet normaal. Ja. Niet normaal. Als je heel Brabant neemt, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem. Het is gewoon niet normaal. Dit grap is een mooi ezelsbruggetje. Dat is mijn laatste vraag. Denken jullie niet dat de bonden, de vechtsportautoriteiten hebben nu jeugd opgeschoven naar 18? Dat is voor mij nu een jaar, anderhalf jaar bezig. Dus je bent nu jeugd tot en met 18. Ja. Ik heb gezegd, einde kickbox talenten. Want ik geloof namelijk wel, ik geloof niet dat je als trainer zijn of als manager een jongetje hebt die talent hebt, die 7 jaar is, dat je die zo lang kan vasthouden.
tot zijn 18e en dan word je pas nieuweling. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo'n jongetje, dat gaat puberen. Mm-hmm. Dat heeft dan geen zin meer. Die andere interesses. Dus ik ben echt bang nu dat we geen talent meer hebben voor in de toekomst. Maar goed, je zegt als je 18 bent. Maar je zegt net zelf van de gezondheid. Ja. Je hebt net zelf over die boxers, hoe schadelijk het kan zijn. Dus aan de ene kant snap ik het. En aan de andere kant inderdaad gaat kosten, of misschien ten koste van talent. Maar goed, als je dat landelijk trekt, weet je, die lijn, of misschien wel Europees, dat zou misschien nog mooier zijn. Als je Europees krijg je niet doorheen. Nou, goed, ja. Fransen, die Engelsen, Fransen, die Belgen. Kijk, ik persoonlijk zeg tot en met 16. Ja. Dat vind ik redelijk, maar goed. Ja, ik snap het aan de ene kant ook wel, hoor. Dat, weet je, ze zijn in de groei, klap op het hoofd. Dat is, ja, we hebben net zelf, hoeveel schade het kan aanrichten. Ja, tuurlijk. Weet je, dan maar niet die paar nieuwelingpartijen op het hoofd, ja. Alleen, wij waren het beste vechtsportland van de wereld. Ja, goed, wij waren, ja. We waren ook het beste voetballand in 88. Ja. Zijn er ook na één wedstrijd uitgeknikkerd. Maar wat vind je daarvan? Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als het gaat om die ontwikkeling wat betreft jeugd tot en met 18, dan sta ik iets te ver vanaf. Ik heb weinig meegekregen van de ontwikkeling en hoe dat überhaupt liep. Het enige wat ik hoorde het al zeggen, vechtsportautoriteit. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat het goed is dat er eindelijk na heel veel jaren gewoon een autoriteit, in ieder geval even als een helikopter over al die sportscholen, over die trainers. Want ja, dat kan ik alleen maar beamen en toejuichen. Want op een gegeven moment, elke hoek had iemand een trainer. En dat moet wel, geregistreerd worden. Ik zie ook diploma's en registraties en paspoorten die weer terugkomen, dat soort dingen. Ja. Is alleen maar goed, want dan komen de goeie vanzelf bovendrijven. Kijk wat de corona heeft gedaan. Ik denk dat we 40 miljoen PR vorig jaar. Personal trainers, PT's zo. Bedoel ik. Ja, zo. Dus het is, voor iedereen? Het is alleen maar goed, ja. Wat dat betreft. En ja, als we het doorzetten naar de gala's toe. Wat ik nog steeds heel jammer vind, is dat er geen één bond is. Dat lukt ook niet. Maar waar ligt dat, denk je, aan, dat het niet lukt? Meningsverschillen. Hoe bepaalde dingen ingevuld moeten worden. Handjes. Ik denk niet primair financiële dingen, echt niet. Want uiteindelijk gaat het om dat je zo goed mogelijke jurering en begeleiding, want dat is wat een scheidsrechter doet. Het moet eerlijk lopen. Er moeten geen politieke dingen achter de schermen gebeuren. Er moet niet ingefluisterd worden, vriend. Ik weet dat die drie rondes achter staat, maar hij krijgt. Dat kan gewoon niet. Nee. Kijk, gebeurt wel. Man. Uitslagen van je. We hebben het zelf allemaal meegemaakt, volgens mij. Meegemaakt in Eindhoven, Albert Kruis tegen Bouakaw Porpamuk. Oh ja, dat is Eindhoven. Ja, was in Eindhoven en 100% Bouakaw. Ja. Rick Cocu, scheidsrechter, die, ik weet niet wat, Jeroen Post, die krijgt te horen, was de ringenhouser, wie de winnaar is. En die Rick Cocu die zegt tegen Jeroen, Albert Kruis. Ja. En die roept Albert Kruis uit. Nou, iedereen. Nou, Rico Q daarna. Ja, luister, over de hele wereld wordt elke Nederlander genaaid. Ja, of dit en dat, zus en zo. Maar het is wel voor zo'n ringenhouser ook. Want ik heb ook meegemaakt. Dit is gewoon raar. Oké, shock. En ik zie dan een juryblaadje en dan worden de punten geteld. En dan zie ik eigenlijk blauw ook gewoon eten. Dan zegt hij, kijk, en ik vind het is eigenlijk heel kwalijk. Want die vechters, weet je, die trainen keihard. Ja, weet je, en dan ga je op zo'n manier een jongen pikken. Dat kan gewoon niet. Ik vind het echt onacceptabel. Het gebeurt heel veel. Het gebeurt in het buitenland ook. Laten we dat 100% als je in Frankrijk niet je tegenstander via elleboog naar buiten brengt, dat je verloren. Ik vocht een keer in Frankrijk, kwam een scheidsrechter tussen, maar die gaf me gewoon een elleboog. Paam, zo in mijn nek. Dan gaf jou een elleboog. Ja, en ik vocht in Frankrijk. Dat was toen met Eet Hassel of zo. Dat is echt niet normaal. Ik werd of komt hij, wilde hij tussenkomen met de knie en dan kreeg hij knie vol hier. Wat een hond, joh. Ja, dat soort dingen. Dus ja, in dat opzicht vind ik ook dat je mag ze best een streepje volgeven, maar het moet wel redelijk in balans blijven. Nou, schaal komen ze de kleedkamer binnen. Ja. Ja, ja, maar is goed. Ik heb er ook nooit meer heen. Nee? Nee, man. En niet agressief. Mag ook controleren. Nee, you are a good fighter, but this time you lose. Ik zweer het je. Nee, ik heb het meegemaakt. Voor echt waar. Ja, ik heb ook een slag gevochten. Dan kun je wel herrie maken. Kijk, en buiten die politieke dingen. Weet je, buiten die politieke dingen die er willen zijn gebeurd. Twijfels. Zo dik van gewoon pikkerij, om het zo maar even te noemen.
Moet er ook iets komen waarbij een jurylid gewoon wordt opgeleid? Ja. Te kijken naar wat is impact? Ja. Wat is een punt waard? Wat is niet? Want het is soms heel raar dat drie of vijf man naar één partij zitten te kijken. En eentje, ik weet niet wat je hebt gezien. Ja. Maar die kan wel doorslaggevend zijn als het een... En dat is, blijft raar. Kijk, het is een mensensport. Ja. Scheidsrechter bij voetballen kan ook zeggen, buitenspel, we hebben nu de VAR. Nou, misschien is iets VAR. Maar dan gaan we weer. Kan die onafhankelijk zijn? Maar dat hebben ze wel een tijdje gedaan trouwens, hè, met het camerabeelden. Terugdraaien en dat soort dingen. Wanneer was het? Eindhoven? Is echt geen gek idee. Nee, gebruik de techniek die alleen je hebt. Alleen inderdaad, ik vind wel ook, dat heb ik... Kijk, ook heel veel omheen gezien, vooral de laatste jaren, dat er mensen in de ring staan of rondom de ring om te chereren, die eigenlijk helemaal geen kaas hebben gegeten van de sporten. En dat is kwalijk. Dus moet dat niveau echt omhoog. Ja. Dus maar ik snap het ook wel. Die mensen die aan zo'n ring zitten, die verdienen, die krijgen 50, 60 euro op zo'n avond. Die zijn de hele dag weg, ja. Weet je, dus, dat is ook geen pretje, hoor. Best wel veel ogen naar. Ik werk een aantal jaar dus nu als scheidsrechter jury. Dat een promotor ook heel veel invloed heeft gehad, hoor. Ja, en dat moet gewoon niet... Dat de promotor zegt van... wel knieën, niet knieën. Maar dat is al heel raar. Ja. Maar dat als een promotor gewoon... een kickboxschalen wil geven... dan moet het volgens de regels van die bond. Ja, ja, ja. En dat is het. En dat vertel je ook tijdens in de voorbereiding naar die vechters toe. Want ik heb ook wel eens gehoord, hè, van die kleine galas... dat je daar komt en ineens de regels heel anders. Ja. Of het gewicht is ineens anders. Ja. Ja. Dat heb ik besproken. Ja, dat kan allemaal niet. Promotor heeft Maar een promotor moet gewoon een tent neerzetten... matchmaking doen. En dan blijf ik weer. Schoenmaker blijft bellen. Je huurt mij nu om mijn ding te doen. Laat mij dan mijn ding doen. Dat gebeurt niet door als je het en dat, ja. En weet je waarom? Is mijn feest. Zijn eigen belangen. In het begin weer met, de promotor heeft de keuze uit zoveel bonden. Ja. En bonden willen allemaal aan het werk. Dus als je bond A zegt van ja, we doen mijn regels. Oké, dankjewel. Dan bel ik die. Dan heb ik die gebeld, want die wilde zoveel. Jij. Ja, oké. Dus dan gaat hij nog onderhandelen in de prijs. Ja. Dat is wel zo, weet je. Ja, maar het is wel heel jammer. En ik denk dat we het ook niet mee gaan maken. Dat er één bond komt. Overkoepelende orgaan. Zolang de overheid niet. Nee, maar ik denk wel dat met de vechtsportautoriteit... Dat er, dat is een goede basis. 100%. Ja. Dat er gewoon regeltjes komen. Heel simpel. Jongens, dit is wat we gaan doen. Ze zijn gekoppeld aan de NOC-NSF. Nou, dan is... Eén is bescherming en veiligheid, staat nummer één. Ja. Ja, en dan de invulling van hoe promoot je, wie ben je, bewijs van goed gedrag, al dat soort toeters en bellen. Hersenscannen, al die dingen, al die criteria waar je aan moet voldoen. Want waar ik vandaag al mee begon, het is niet zo makkelijk om een gala te organiseren. En ondertussen stikt het van de talenten die elke week willen rammen. Ach goed, misschien moeten we dat weer gaan oppakken. Ik mis inderdaad nu wel een beetje die galas over het hele land. Aan de ene kant ben ik blij... Wat doen jullie in Amsterdam, jongen? Wat daarom ook op wat jij zegt. Jongens, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dat is niks voor jou, Rashid. Ik bedoel, je hebt zoveel ervaring. Twee vingers in je neus, heb je een gala georganiseerd. Als jij iemand zoekt met een geld, dan... Zeg jij het op. Ik weet heel veel, maar niet alles. Zou je het wel willen doen? Wat staat er op? Afronden, want mijn... Ik werk nu bij een hele grote sportorganisatie, heet UWV. En als er een andere serieus geïnteresseerde partij komt, die geeft om natuurlijk geld verdienen, maar ook om de vechters en wil iets leuks neerzetten. Maar wat zou jij willen dan? Want met zoveel ervaring? Ja, gewoon lekker die jongens aan het, maakt niet uit. Staat er iets in de toekomst of kan je er niks over zeggen? Nee, ik heb geen glazen bol, vriend. Maar even één anekdote. Ja, want dat mag jij zelf bepalen. Je bent in zoveel landen geweest. Je bent in Japan geweest. Je hebt van alles meegemaakt. Je hebt één ding en ik denk, dat was te bizar om mee te maken. Het is 18 plus, dus je kan zeggen wat je wil. 18 plus, oké, ik geef je eentje. Geef ik toch van, dus eentje die mij dierbaar is, omdat ik daar een foto van heb. Het is, ik denk, 2006, 2007. Badr Hari, Stefan Leko. In de Blitz uit Duitsland. De rematch? Nee, niet de rematch. Okay. De eerste match. Okay. En Stefan Leko was de gevestigde orde. En Badr kwam net kijken tussen aanstekers. En Badr belt mij een dag of 6, 7 voor het evenement. En zegt, luister, Rooihoek. Maar ik weet, hij staat niet in de Rooihoek. Hij staat in de blauwe hoek. Wow. Want het is de eerste. Het is de eerste. Ja. Krijg je dat gezeik? Ja. Ja. En ik denk, je laat het. Hij belt weer. Hij zegt, Ras, oprot. Zegt toch die Simon, Rooihoek.
Maar we hadden hem staan, Blauwhoek. Dus ik ga naar Simon toe. Ik zeg, Simon, ik ga het nu een beetje delen. Hij wil rooien. Ik zeg, ja, maar ik zit s'avonds thuis. Ik heb nou een idee. Dus ik leg het voor. Het idee was als volgt. Hij had een nummer van 3,5 minuut. Ik zeg, Badr, wat je gaat doen is dit. Je gaat van het derde tribune. Ga je naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Als eerste. En dan ga je precies achter daar waar die lift omhoog komt. Ja. Dan ga je achter staan. En dan ga je wachten. Hoezo? Maar dan ben ik toch als eerste op je. Nee. Als jij daar staat, dan denkt hij, die bij mij staat, Stefan, dat jij al in de ring bent. Ja. Dan brengen we hem op. Het moment dat hij gaat lopen en in de ring is, zijn muziek uit en dan start jouw muziek weer. Zegt hij, die is vet. Kom ik toch als tweede binnen. Ja? Maar was dat dat hij in het publiek ging zitten? Juist. Ja. Audio, het nummer heet Audio Bullies. 3,5 minuut. Ja, nou, maar nu ga ik je vertellen wat er gebeurde daaronder. Ik heb altijd een scherm om mee te kijken wat er gebeurt in de hal. Dus Stefan Leko, die haalden wij op het moment dat de muziek liep van Badr. Dus hij heeft Badr niet gezien. Hij denkt, Badr loopt op. Maar ben je eens in de arena geweest bij de opkomst? Ja, ja, ja. Ook met die lift? Okay. Ja, ja. Het is laag en hup, en het is 3 meter. En dan kom je met die lift naar boven. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb mijn scherm weggedraaid, zodat Stefan niet kan zien waar die Badr allemaal uithangt. Ja, die ging filmen. Dus drie, hij werd helemaal gek, Stefan. Naar voren, naar achter, naar voren. What the fuck? Naar voren, naar achter, naar voren, naar achter. 3,5 minuten duurde, leek wel een uur bij mij. Hij werd helemaal gek, jongen. Dus when is my turn? Op zijn Duits. Badr is boven. Ja. En zijn muziek begint. Dus Jeroen? Ik denk Jeroen, ja. Ladies and gentlemen, we hebben afgesproken, Badr Hari. Dus hij denkt, Stefan, hij is in de ring. Ja. Hij zit hierboven. Wat gebeurt er? Ladies and gentlemen, his opponent, all the way from Germany. Stefan Blitz Leko. Zijn muziek draait, eindelijk, denkt hij. En ik let niet op. En hij maakt een sprint op zijn slippers. Vanaf achteren, langs mij heen, waren 1-2 trailers op die plateau. En wat gebeurt er? Bok, flikkert naar voren. Flikkert naar beneden. Naar beneden. Door die ring, 3 meter naar beneden. Helemaal stellingen. Hey. Wow. Je moet nu terugkijken naar die opkomst, want het duurt ook lang. Ja, inderdaad. Want voordat hij naar boven kwam, ik zag hem liggen daar, ik wil hem trekken, dan fuck you, man. Helemaal open hier, zijn scheenbeen lag al open. Wow. Hij komt op die lift, hij draait om en ik druk op die knop, pssf, naar boven. Hij gaat de ring. En dan begon de badden zijn muziek. Ik ben helemaal gek. En dat is de reden waarom hij na die draaitrap nog eventjes over hem heen hing en hem nog even in zijn bek spuugde. Oh. Ja. Hij was pissig. Hij was pissig. En niemand weet dat die man eerst nog 2 minuten naar beneden heeft gegaan. En zijn nek brak. En Simon dacht van, maar waarom duurt zijn opkomst dan lang? Want we hadden afgesproken, hij zat daar beneden. Hey. Hij wil naar de ring toe vliegen. Nee. Wow. En denk ik van, oh mijn god, geen partij. Weet je hoe die viel? Dan, de bank, baf, dan. Maar sta je voor je. Hé, hey, laatste partij. Laatste partij. En die Badr zat erboven en die kijkt naar beneden. Ja, ja. Die gooit. Ja, Badr zag het ook. Die zag het. Wow. Maar Stefan, die komt omhoog. Die ziet hem natuurlijk niet. Nee. Maar toen gebeurde, stond hij daar in die camera. Toen zag je hem. Toen werd hij helemaal opgefokt. Liep hij 2 stappen. Ik keek echt erover. Muziek uit. Nou, hij had alleen maar een muziekje tot en met de ring. Maar was het ook zo dat Leko als tweede op wilde? Hij wilde niet dat ze af. Hij moest als tweede op, want hij was al verder in staturen. Maar waarom wilde hij dan in de rode hoek, Badr? Omdat hij als tweede opkwam of gewoon? Als tweede blauw. Ja, tweede, ja, tweede is altijd toch? Ja. Ja, ja, ja. Maar ik ga ook een boek schrijven met alle verhalen, vriend. Alle. Ik heb zo je fan heb je ook wat mee. Veel, zoveel, 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 zoveel. We moeten een nieuwe episode echt gewoon aanmaken. Ja. Zoveel dingen, man. Dat is niet normaal. Maar goed, uiteindelijk, ik heb veel geleerd. Ik ben ook iedereen waar ik mee heb gewerkt, erg dankbaar. En welke vecht heb je nou een hekel aan gehad? Afgelopen jaren, waar je mee gewerkt hebt. Gadverdamme, ik wil nooit meer best aan werken. Volgens mij is, hoe heet hij, een hele stugge man. Ik vond Joe Schilling vond ik niet zo leuk. Oh, Joe Schilling? Dat vond ik niet leuk. Maar misschien is het een leuke jongen, weet ik niet. Maar dat vond ik minder. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen. Maar waarom dan? Gewoon houding en alles. Ja. Weet je, kijk, het punt is, ik ben sowieso
van nature. Als jij mij 10% respect geeft van wat ik jou geef, ben ik al tevreden. Als er iemand komt met 0, dan ben ik al heel snel klaar. En kijk, ik werk niet voor vechters, ik werk met vechters. Dat is een groot verschil. En heel veel dingen die ik deed, heeft niets te maken met geld. Het is gewoon een klein beetje begrip tonen. Kijk, ik had ook al die trucjes. Bijvoorbeeld als ik in één tent, Istanbul bijvoorbeeld, één tent, heb ik 3 mega-ego's. Bijvoorbeeld Saki, Tyron Spong. Klein voorbeeldje. Die 2. Ja, dat waren de mannen op dat gala. Maar wat deed je? Ging ik naar Tyron toe. En Tyron hoort dat nu, denk ik. Zegt Tyron, luister, ik moet morgen de lijst maken met interviews, dit en dit. Dit is mijn schema. Jij moet mij vertellen wanneer jij wil. De rest vul ik wel in. Dus, en dan ziet hij de keuken, dan is al ingevuld. Zegt hij, weet je wat, doe maar. Nee, laat maar later. Ik zeg maar één ding. Als je nu tegen me zegt, ben je er morgen. Ja, is goed. Dat betekent hetzelfde bij Saki. En dat is een klein beetje. Dat is niet. Weet je, moet gewoon hele kleine dingen. Moet een beetje belangrijk maken. 100%. Ja, maar dat is ook. Nee, weet je, 100%. En uiteindelijk ben ik nog heel goed met ze. Het is ook een beetje haantjesgedrag, hè? Saki en Thales zijn goede gasten, hoor. Ja. Zijn leuke jongens, man. Man, dat is ook een anekdote, dat die gozer zijn poot breekt. Ja. Als Saki 20 centimeter groter was. Maar heeft hij niet nodig? Heb je gezien wat hij tegen Gita deed? Ja, weet ik, maar in Istanbul. Hij mist toch nog tegen Badr, mist hij net. Hij kon wel een lengte komen, maar die gozer. Leeuwarden vond ik niet leuk. Maar ik heb wel, als ik iets mag vertellen, als het gaat om dingen die ik niet leuk vond, is bijvoorbeeld bepaalde matchmaking. Ik vergeet nooit dat ik in één keer hoorde Budapest, Badr, Murat Buzidi. Ik denk, fuck, hey. Niet. Ja, Murat Buzidi is de gentleman onder de vechters, maar wel een knokker. Ja. En dan ga je niet. Nou ja, we hebben het gezien, die uppercut was dodelijk. Weet je, zo'n toernooi in Istanbul met, hoe heet die Braziliaan tegen... Lange. Ja, maar in ieder geval dat toernooi ook. Tyron tegen Saak. Oh. Ja, zonde. Paf, en dan blokte hij hem ouderwets. Okay, maar je hebt het nu over Murat Buzidi tegen Badr. Ja. Maar om even terug, nog even een dingetje, hoor. Teruggaan in de tijd. Je had ook de eerste partij van Badr tegen Ignasov. Hoe kijk je daar tegenom? Ik vergeet ik nooit meer. Ik kwam hier binnen. Het was ook last minute, hè? Ja, dat weet ik. Ik kwam hier binnen met Tom Haring. En dan ging hij daar. En ik dacht bij mezelf, kom je net binnen? Daar is het allemaal begonnen. Ja, kom je net binnen. Eigenlijk. En dan ga je daar lopen dansen op zo'n R&B-nummer. Maar was het niet onzekerheid? Vocht Badr ook op gehaald. Badr is voor... Hij komt altijd dansend op. Ja, maar hij is voor niemand. Het hoort bij hem. Hij is voor niemand. Hij was altijd wel. Hij was wel zichzelf. Maar in die jaren heeft hij geleerd. Want die stoot op zijn borst die 3 seconden later pas binnenkwam. Ja. Maar toch had iedereen sympathie voor hem die avond. Ja, maar ga jij maar tegen Alexei vechten. Ja, precies. Dat was tevoren, toch? Hey. Precies. Maar hoe stonden jullie daarin? Hè? Want Badr stond volgens mij nog niet onder contract. Nee, maar daarna ging het heel snel. Ja. En daarna heeft hij ook volgens mij de switch gemaakt van Tom naar Mike, dacht ik. Daarna ging je wat... die jaren, dat zijn de rijkste jaren die ik meegemaakt. Vonden jullie dat toen niet raar? Ik bedoel dat Badr toen opeens tegen Ignasov stond in de arena als 18-jarige knul. Ik vergeet nooit meer wat ik hem vertelde. Wij deden heel veel dans, heel veel entertainment. Dan moest ik met 20 meiden ergens repeteren. En dan was hij op vrijdagmiddag was Badr zoek. Wat ze pers zocht hem. En dan belde Simon op. Hij zegt, weet jij waar hij is? Hij zegt, bij die dames. Lekkere danstrainingen te zien. Hij was gewoon relaxed. Ja. Hij was gewoon chill. En hij wilde ook heel vaak weg uit die drukte. Ja. Weet je, en hij lekker met gewoon normale mensen, relaxed praten. En of je nou straks moet knokken tegen Pietje, Henk of Klaas. Hij was klaar voor iedereen. Weet je wel, ik geloof nog steeds, ik weet niet of als je het ermee eens is, dat... Natuurlijk zit het geld in heavyweight voor hem. Ja. Maar ik denk echt wel, als hij gewicht was gebleven, was 85 kilo, zeg ik het goed? Zelfs 76 gaat me, als ik me niet vergis. Dan was echt, dat was niet normaal. Nee, dit was nee, maar daar ben ik niet mee eens. Ja, tuurlijk, dat denk ik goed, maar hij zal nooit hebben bereikt wat hij nu heeft bereikt in de heavyweight. Als kickboxliefhebber. Ja, de manier waarop je vocht. Ja, klopt. Ja, dat is niet normaal. Ja, maar dan doe je denk ik wel tekort aan alles wat hij heeft gedaan toen hij heavyweight was.
Ja, maar ik vond het techniek. Ik denk dat zijn lichaam het niet aan kan. Nee, ik vond de techniek in die heavyweight was gewoon veel minder op een gegeven moment. Het lag niet alleen hem. Al die heavyweights waren allemaal opgepompt. En er kwam geen normale links-rechts directors soms uit. Het was alleen maar wie het eerst raakte. Ja, kijk naar het mooiste voorbeeld. 4 keer K1 kampioen. Sim Schild. Ja. Die wachtte op deze. Ja. Krak. Ja, dan ging je. Neus die kwam hier. Het ging ten koste van zijn techniek. Maar ik snap, ik zou dat ook hebben gedaan. Ja, maar iedereen toch? Tyron was toch ook 70 kilo? Ja, ja. Gezellig, jongens, en dan moet afronden. Die jongens, blessures die jongens oplopen, dat moet toch ergens vandaan komen, hè? Het lichaam is toch niet gebouwd? Ja, ik ben geen dokter, maar ja, als je zo belast... Als ik als 63,5 kilo opeens naar 85 ga, ik ging van 76 kilo naar 70. Holla Rashid, ik was bont en blauw. Ik wist niet wat me overkwam. Nee, tegen Boemelik trapte me helemaal lek. Omdat ik wilde naar die K1 Max. Ken je nog herinneren? K1 Max populair. Ik dacht, ik ga proberen naar K1 Max. Ik was 66 kilo. Ik ga het proberen, dacht ik. Nou, Ras, ik heb een week lang kon ik niet op een rechts. Te geloven, terwijl je op die, ja. En terwijl later, als je naar beneden qua gewicht, toen ging het wel. Het doet wel wat met je lichaam. Maar kijk naar Tyron bijvoorbeeld. Die kwam op een gegeven moment in die heavyweight. En het heeft heel lang geduurd voordat hij daar zijn weg in kon vinden. Voordat hij wat soepeler werd. Dus dat is een heel proces. En dat is met al die vechters. Wat je bij Glory hebt gedaan tegen Petraerts in Brussel en Remy in Londen. Ja. Wow. Ja, dat is gewoon. Praat je over een Peter en een Remy. Niet normaal. Maar ik vind Tyron Spong ook in de heavyweight een van de mooiste vechters. Het gaat om technisch. Technisch gezien. Maar wat een power, jongen. Dat hij niet. Ja, maar ja, je zit nu. Niet laten zien. Net bij Glory was Glory 12 uit mijn hoofd. April 2012, toen het gebeurde. We zitten nu 11 jaar. Nee, zeg ik het goed? 9 jaar later. 9 jaar niet gekickbokst. Ja. Maar wel gebokst, toch? Ja, gebokst. Ja, en dan werd hij weer tegengehouden met politieke dingen. Ja. Die man is gruwelijk. Maar kijk, waarom haalt Glory hem dan niet terug? Volgens mij is daarover gesproken. Ja, er is gesproken. Ze hebben een bod aangedaan. Maar bij Geukan is dat ook gewoon. Maar Geukan volgens mij geen zin meer. Weet ik niet. Alistair is binnengekomen. Ja. Nou, die zal ook wel op naam zijn bijdrage leveren aan het doel van de investeerders. Ja. Maar ik denk dat hij ook wel in staat is om nog een beetje huis te houden. Alleen tegen wie? Maar kan het te maken hebben dat Alistair komt ook bij Golden Glory vandaan, toch? Die link is er niet meer. Nee? Zeker niet omdat Cor ook vorig jaar eruit is gestapt. Kijk, maar Nick zit er nog natuurlijk. Ja. Maar ja, Nick heeft ook zijn beste vechters op dit moment elders gestald. Ja. Hè? Harout, Marat. Jamal. Jamal is wat er nog. Ja, wat doet hij eigenlijk? Want die was geblesseerd geraakt vorig jaar. Maar daar hoor je ook niet meer over. Ben Sadik. Ja, er was die iets die met... Die heb gezeik met justitie. Met justitie, maar die gaat ook nog wel links en rechts aan de deur rammelen. Ja. Ik hoop het wel. Maar ik denk, als die overheen, je Badr, je hebt Rico, denk zo'n Tyron en Geuk aan erbij komen, dan gaat Glory volgens mij in. Dat is top. Dat zou echt top zijn. Maar ja, ze moeten wel betalen, want die gasten komen niet voor een onderschat Benny niet. Die heeft ook zijn sporige... Als je van Badr wint, ga je omhoog. Ja, 100%. 100%. Ja. Dus, hoewel ik er nog steeds niet onder de indruk ben van die Benny, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar Badr blijft wel... Een beetje cijfers liegen nooit. En dat is pijnlijk voor Badr. Maar uiteindelijk groeit iedereen vanwege het feit dat je tegenover Badr hebt gestaan. Klopt. Maar je hebt het wel zelf gedaan. Hè? Want Benny stond er gewoon echt sterk. Eerste ronde. Badr heeft ook gewoon die publiek nodig hoor, achter hem. En een beetje Badr heeft een grote naam nodig. Een beetje extra testosteron en gaan met die banaan. Ja, hoe zwaarder is de tegenstander, hoe harder die gaat trainen. Ja. Als hij tegen een nobody moet, dan denk ik, dat hoorde je ook in zijn interview met Bo. Hij is zoekende van waarom is die gift er niet? Waarom? En hij zoekt bij zichzelf, maar hij zoekt ook om zichzelf. Heen. En in dat gesprek, interview bij Bo, hoorde ik heel duidelijk signaal, ik ga alles om me heen, ga ik even veranderen. En toen dacht ik, oh jeetje. Mike gaat eruit. Ja. Nou ja, ik denk niet dat Mike eruit gaat, ik denk dat Badr bij Mike weggaat. Ja, oké. Okay, ja. Weet je, ik bedoel, Mike, de deur zal denk ik net als de vorig jaar, want vorig jaar verraste die iedereen bij de persconferentie door te zeggen, ik ben weer terug bij Mike. Ja, dat vond ik zo gênant. Ja, dus kijk, Badr is onnavolgbaar. Badr weet volgens mij alleen zelf wat hij wil. En ik hoop echt voor vriend en vooral vijand dat hij nog gaat laten zien wat hij kan. Ik hoop dat hij die titels pakt en dat hij dan stopt. Hij heeft het bij Glory nog niet kunnen laten zien, om wat voor reden dan ook. Hij heeft wel signaaltjes gegeven. Duidelijke signaaltjes, ik ben er. Ik hoop het wel voor hem. Ik denk wel dat het goed komt met Badr.
Ja, ik heb wel vertrekken. Hij is natuurlijk ook een beetje op leeftijd. 36 volgens mij, of 37. Oh. Tijd begint wel te dringen, maar ik denk dat hij nog twee keer... of echt even, even vuurwerk gaat laten zien. Dat is gewoon de ultieme doelstelling. Is nog één keer tegenover Rico en laten zien wie badder is. Ja. En maar ondertussen slaapt Rico niet. Nee. En traint als een malle. Ja, ik en hij krijgt ook steeds meer vertrouwen. En vergeet niet, Dennis is een van de slimste trainers. Ja, Dennis is een van de allerbeste. Ik heb wel eens gezien hoe hij coacht en hoe er wordt opgevolgd. Ja. Dat is gewoon niet normaal. En ik heb veel naar speler-trainer. Ja. Ik ken er ook een paar. De ene spreekt Chinees, de andere spreekt Frans. En die moeten dan met elkaar communiceren. Ja, twee jaar geleden in Frankrijk was een mooie. Was die Alim Nabiev, die ging naar Dennis toe. Want Dennis is natuurlijk een toptrainer. Vanaf seconde 1... alles wat Dennis zei, deed hij niet. Oh. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Nou, dat is denk ik ook exit. Het was ongekend niet normaal. De ene ging naar links, de andere ging naar rechts. En rennen, alle twee. Maar ik denk als trainer kan je een beetje tips geven. Maar uiteindelijk gaat het zo snel dat je als vechter zelf je mannetje moet staan in de ring. En je trainer ziet iets. Kan aanwijzingen geven, met name in de rust. Maar uiteindelijk moet je als vechter ook dingen kunnen inzien. Maar ik denk als je elke keer naar de trainer gaat luisteren wat je moet doen. Nu ik zeg, dan ben je natuurlijk veel te laat. Nou, maar de trainer moet ook gewoon op het juiste moment aanmoedigen, coachen. Juist. Maar het gaat vooral om het probleem niet luisteren. Ja. Want je zeggen wel, bestuurlaar zit aan wal. Maar een trainer kent zijn pupil. Ja, als geen ander. Jij als vechter, denk ik, want ik heb nooit in de ring gestaan. Dus ik wil me daar wel toch duidelijk niet in onderscheiden. Nee, een vechter ziet ook dingen. Ja. Maar hij kan wel gesteund worden door zijn trainer. Ja, is ook zo. Nee, trainer is heel belangrijk. Maar ik denk als vechter moet je het ook... Uiteindelijk zijn in de ring zijn we alleen voor. Tuurlijk, je hebt je coach. Die kan je wat tips geven, maar het spel gaat soms zo snel. Je voorbereiding die je gedaan hebt, YouTube-filmpjes van elkaar kennen. Heb je plan A. Maar je moet plan B en plan C ook soms hebben. Dat is fout gehad. En plan D is canvas. Is gewoon klaar. Ja, daar heb je niet opgelet. Of is die andere toch goed van huis gekomen? Ja. Dat klopt. Wanneer ga je open in de nieuwe sportschool? Krijgen we daar een seintje van? Ja, officiële openingen na de zomervakantie. Als we geen lockdown krijgen. Oh, maar de cijfers gaan weer omhoog. Ja. Dus dat wordt nog wat. Maar goed, we zijn positief, joh. We gaan eerst op vakantie. Mohamed, nogmaals bedankt. Ja, bedankt Hassan, jongen. Ik weet dat je heel graag in de Lange Dijk komt. Ja. Dankjewel. Heet het Lange Dijk hier? Ja, het Lange Dijk. God, man. Graag gedaan. Dankjewel, broeder. Graag gedaan en succes. Bedankt en met de anekdotes. Ik heb nog veel meer, maar ik voor de volgende keer wel. Ik denk dat wel als je de kinderen ringen moet sturen om te vechten. Ja, misschien wel. Ja, maar dan kies ik wel influencer. Ja. Kies ik mijn eigen tegenstander. Tegen wie? Ik hoop dat Nee, hou maar op. Ja, wel tegen wie? Nee, dat wil gehoord ook. Nee, dan moet hij wat zwaarder worden. Wie? Zeg maar hoor. Ja, doe maar de CEO van Glory. Oké, nou. Ja. Oh, die is genoteerd? Nou. Genoteerd. Dan mag hij 3 maanden trainen, ga ik 2 weken trainen. Ja, inderdaad. Goed, we gaan niet in details. Zit diep, hè? Zit diep. Ja, ik merk het. We hopen je nog vaker te zien. Ik hoop dat je... Maar je kan er nu nog wat over zeggen als je wil. Ik bedoel, we gaan bijna afsluiten, maar... Nee, ik hoef niet te zeggen. Het meest belangrijke, ik hoop dat de vechters zo snel mogelijk... Jullie zijn niet goed uit elkaar voor de mensen thuis. Jullie zijn niet goed uit elkaar gegaan. Nee, het is gewoon zonde. Het is gewoon... Maar niet met de huidige Glory, hè? Laten we het toch? Niet met de jongens die nu aan het... Nou ja, goed, er zijn een paar mensen die hebben het handboek van Judas helemaal binnenstebuiten geleerd. En er zijn een paar mensen van... maar zeg zo. En messenwerper ineens geworden. Ja. En er zijn gewoon een paar investeerders die gewoon denken dat we het roeren. Dat we kunnen roeien met een stokje in plaats van... Dus gewoon heel lastig. Dus ik heb ze ook echt waar vorig jaar bedankt voor hun aanbod om mee te gaan. Kijk, groeien kan 2 kanten op. Je kan naar boven, maar je kan ook naar beneden. Ja, ik denk dat het gewoon... beneden gaat. Ja, weet je, ik hoop het niet. Want nogmaals, ik hoop dat die vechters... Vechters. Die vechters moeten gewoon ook knokken. Dat is hun werk. Ja. Dat is hun beroep. En voor de rest, weet je, ik maak me niet zo druk over de nabije toekomst. Dat komt wel goed. Ja. Dat komt wel goed. Ja, maar het is wel echt diep. Natuurlijk, als je iemand bij je brood zit. Luister, je hebt eerst 12 jaar bij het Showtime gewerkt. Ja. En daarin heb je geleerd om met een dubbeltje... De blueprint heb je 3 keer om te draaien voordat je hem uitgeeft. En vervolgens kom je bij een Glory waar de sky the limit is. Ja. Waar we een opening hadden van alleen 2 miljoen euro. Alleen opening. Wow. Omdat ze videomapping wilden. Debielen. Echt debielen. Daar kan je gewoon 20 infusies van geven. Ja? Ja? Wauw. En een
allemaal managers die allemaal spierpijn hebben van de zakken vullen. Echt niet normaal, zulke biceps. Maar jij hebt ook zakken gevuld. Nee, nee, valt wel mee. Echt waar, ik zeg het heel eerlijk. Echt waar, valt wel mee. Wij waren de iedereen laagst. Volgens mij heeft iedereen... Kijk, ik moet wel eerlijk zijn. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik ben dankbaar voor wat ik heb kunnen doen en wat ik daarvoor heb gekregen. Maar ik verdiende het wel. En ik heb mensen om me heen gezien die het niet verdienen. Ik moet je eerlijk zeggen, echt niet omdat hij er zit, maar ik heb hem echt zien zweten en rennen. Nee, dat geloof ik ook. Maar ik heb ook die verhalen gehoord. En... Ik heb jou echt zien rennen en zweten. Nee, hij heeft echt hard gewerkt. En we zijn, als het onze muziek hoort, worden we een beetje arrogant. Ja. En ik zie Leek al inderdaad roepen naar jou van, hey, fucked up. Dus ik weet wat jij, ik weet wat hij... Ik weet als je gelijk moet uithalen, toen zei hij nee, maar uiteindelijk belt hij me 3 jaar later. How are you? Everything okay? Yeah. I need ticket for collision. Do you know me? I know who you are. Do I see you? Ja, dus op zich, weet je. Ja. Maar... Ach. Jongens, aan het einde. Ja. Yes. Voordat we stoppen, wil ik even deze broeder bedanken. SKO yes, Transport. SKO Transport. Uit Zaandam, toch? Uit Zaandam. Top. Ik ga hem vaak zien. Top. Verlaat klep open. Piep. Cash. Koffie erin. Oké, bedankt man. Nogmaals bedankt. Nee, jullie bedankt. Mensen thuis bedankt. Tot de volgende episode van Fight Inside.